dan. Een gloednieuwe episode. Een speciale, bijzondere episode. Met een speciale, bijzondere kennis van me. Matti, Sanne, Casita. Welkom, 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 zus. Dankjewel. Welkom. Dit is zo'n andere episode opname dan dat ik hiervoor ooit heb gedaan. I'm so super brand new to this. Omdat we nu zeg maar een maatschappelijk thema gaan toucheren. Wat ik nog nooit eerder heb besproken. Waar ik ook heel weinig over weet. En dat is kanker. En jij hebt onlangs een heel intensief gevecht gehad. Nog steeds eigenlijk. Nog steeds. Van, ja. Ja, tegen deze ziekte. Mm-hmm. En ja, Casita. Het is niet mijn alledaagse gesprek, zeg maar. Ik ben hier echt een groentje in. Het is echt een thema. Een keiharde realiteit waar ik, net zoals veel andere mensen, echt te weinig over weten. En ik vind het gewoon in ieder geval heel erg bijzonder dat je hier bent. Dankjewel dat ik hier mag zijn. Ik wil jou nog meer bedanken. En we gaan, voordat we inhoudelijker gaan spreken over je moedige strijd, waar ook vele van onze mutual friends op Facebook heel veel love aan jou hebben geshowt en bewondering voor het feit dat jij zo moedig dit gevecht aangaat, wil ik eigenlijk eventjes met jou praten voor het moment dat jij hebt ontdekt dat je dus K had. Mm-hmm. Misschien kan je ons een kleine tour schenken hoe het leven als artiest, want je bent zangeres, mm-hmm, eruit zag toen in die tijd. Ja, voor mij is muziek altijd een soort van, vanaf jongs af aan eigenlijk het eerste wat ik van mezelf kan herinneren. Een soort van een uitlaatklep, maar ook een soort van identiteit. Ja. Wie ik was, wie ik ben en nog steeds. Ook een soort van way of life geworden. Het is niet alleen van ik doe dat als carrière of zo. Ik weet gewoon dat ik als meisje van 3 jaar gewoon thuis. En ik zie het ook terug in mijn zoontje. Die is ook, die spreekt geen Engels, maar die zit dan al een soort van mee te zingen en dingen te verzinnen. En ik zag mezelf vroeger al als klein meisje gewoon thuis improviseren en zingen. En weet je, dan weet je eigenlijk al vanaf dat moment van dit wil ik gaan doen. Ik weet niet hoe. Je weet nog niks, je bent nog maar klein kind. En ik weet nog dat ik heel vaak naar mijn moeder toe ging van hey, mooi hè. En ze zegt ja, mooi, mooi. Grille. Door de jaren heen ben ik, is het soort van steeds meer real geworden. Mm-hmm. Ik weet nog, ik heb geleefd voor de tijd van internet natuurlijk. Juist. En vroeger had je zeg maar nog gewoon het radio en een cassettebandje, weet je. Mm-hmm. Waar nu vele jongeren naar kijken van, wat is dit, what weet is je. Dit? Ja, 100%. This me, what is dit? Ja, gadget. Uh-huh. En dan ging ik naar Big L, ik luister naar Big L, Ill Will, ik luisterde naar Jay-Z, Foxy Brown, Lauryn Hill, maar dat kwam later nog, yes. Tribal Quest, Digital Planet, nog een hoop artiesten, weet je, yes, waar ik naar luisterde. En dan ging ik gewoon, bandje terug luisteren. Wat ik kon toen nog niet zo goed Engels en dan gewoon terug luisteren en dan. Maar begon je te rappen of te zingen? Ik begon te rappen. Rap was meer mijn ding. Ja? Ik vond zingen leuk. Ook dat deed ik. Ik deed allebei. Uh-huh. En ik begon eigenlijk te schrijven, Nederlandse versjes te schrijven. Oké, maar dat heb ik nooit geweten eigenlijk. Nee. Maar wat was zeg maar dat moment dat je ging zingen, dat je, want je bent allebei. Ik deed zingen en ik vond allebei. Maar de rappen, toen ik een jaar of 10 was, vond ik rappen gewoon zo leuk dat ik zelf wilde. Dus ik ging allemaal luisteren en ik ging dus, je moest steeds heel de tijd op dat knopje drukken zodat het teruggaat. Zodat ze nu gewoon fonetisch opschrijven of weet je. Ja, gruwelijk. Want je bent van Marokkaanse afkomst. Ja, Andalusisch. Ja, ja. Dus tot hoeverre heeft dat een invloed gaat op jouw muzikale ontwikkeling? In het begin niet zoveel. Mm-hmm. Want ik
vond het Engels-Amerikaans vond ik gewoon zo leuk. Juist. En, maar wij zijn wel thuis opgegroeid. Mijn vader hield en houdt nog steeds superveel van muziek. Ik kreeg al heel snel op een jonge leeftijd van mijn vader een hele grote piano. En dan ging hij op de drabuka en dan ging ik op de piano en dan gingen we zingen en muziek maken. En hij luisterde naar Ray Charles tot aan Bob Dylan, maar ook aan Kulthum en Nejat Taboo. Al die. Maar later, pas later, in 2007, heb ik getoerd met Erik Vaassen-Morel. En die speelt flamingo. Gitaar, dus flamingo gitaar. Ja. Toen ben ik voor het eerst echt het Andalusisch en voor het eerst ook in het Arabisch gaan zingen. En hebben toen getoerd in Nederland. Van de kleine komedie tot whatever. En tot de kleinste theatertje in Nederland. En dat was zo leuk en zo mooi. En ik kwam heel dicht bij mijn roots. Waardoor ik een oog meer van flamingo en Andalusisch muziek ben gaan houden. Juist. En ook, weet je, het Arabische en het wereldmuziek meer. Gruwelijk, want ik zag je echt een paar jaar geleden heel veel voorbij komen. Op Nederland 3, een keertje volgens mij. Ja, naar zo'n muziekpraatprogramma. En dan ging je zingen met iemand die dan akoestisch... Ja, dat was hij dus. Ja. Ah, dat was hij. Dat was hij dus, ja. Maar je hebt nog zoveel meer dingen gedaan, hè? Want je bent ook naar Afrika geweest. Ja, een stapje terug. Dus ik heb toen, op een gegeven moment ben ik van leuk zingen. Mm-hmm. Heb ik meegedaan aan een talentenjacht in Tilburg. Mm-hmm. En vroeger waren talentenjachten nog niet zo heel veel. Je had de Grote Prijs van Nederland en je had een paar van... Nu heb je er heel veel. Yes. Vroeger had je zelfs de kunstbenden, weet ik veel of dat nog bestaat. Ja, maar dat deed ik elke talentenshow deed ik hem mee, weet je. En dan was ik dat kleine met je haar strak nog. Dat was echt zo'n gangsterboy, weet je. Ja, ik echt gewoon haar strak naar achter. En dan ging ik dus zingen en dan ging ik rappen. En ik deed mee aan talentenjacht in Tilburg, waarin Cresep toen de tijd, de jaar ervoor, de eerste editie had gewonnen. En ik de tweede. En de prijs daarvan was op Festival Mundials daarna. Mm-hmm. In die tijd was Festival Mundials super groot. En dan kon je op het NST-podium staan. Hele grote hoofdpodium. Juist. Dat was voor mij gelijk van dat. Ik had gewonnen. Gelijk naar zo'n leuke podium. Het leuke verhaal daarachter is zeg maar dat ik... mijn ouders wisten niet dat ik mee zou doen aan die talentenjacht. Dus ik heb toen gelogen. Ik heb gezegd van ik ga mee naar school. Ah. Ik ga met school. We zijn pas om 1 uur thuis. Ja. En nou, op een gegeven moment win je. En je hebt een interview gedaan met een Brabants Dagblad. Dus ze komen er toch achter. Tuurlijk. Dus ik kwam 's nachts thuis en ik zeg... Hey mama, ik heb gewonnen. Wat gewonnen? Ik zeg, ja, ik heb meegedaan aan een talentenjacht. Muziek, ik heb gezongen. En, ga naar bed. Morgen gaan we met je prijs. En mijn moeder stond volgende ochtend in de ochtend. Ja, ik denk niet dat je vader dit goed gaat vinden, hoor. Nee. En dat, die tijd was gewoon wel anders. Want je had niet zoveel... vrouwen, meisjes van Marokkaanse afkomst die zingden. En zo. Ik had interviews waar hele primitieve vragen gesteld werden van hoezo mag dat wel van je ouders? Hoe zit dat dan met geloof? Weet je, dat soort dingen, weet je. En dat heb je nu niet meer zo, denk ik. Ik heb daar geen last van. Ja, komt minder voor, minder vaak voor. Ja, dus dat was een hele andere tijd. Vroeger was ik van, wat zou de buurvrouw zeggen? Of wat zou de community zeggen? Of wat zou die, weet je? Dat had je vroeger veel. Maar mijn moeder zei, ja, dat weet ik niet. En toen kwam mijn vader binnen, van zijn werk. Mm-hmm. Fabriek kwam hij binnen. Ja. Ik denk, wat gaat hij zeggen? Want ja, de volgende dag stond ik in de krant, hoofdpagina. Shit, ja, wat ga je doen? Ja, kind, weet je? Ja. En toen zei hij van, luister, twee dingen. Ik wil dat je je school afmaakt. Yes. Dat is nummer 1, je toekomst. Je moet iets achter de zak hebben. Aha. En het tweede, mijn opa is profvoetballer geweest in Marokko en Spanje. Yes. En mijn vader wilde ook profvoetballer worden. Hij wilde dat ook graag. Juist. Maar hij mocht het niet. Okay. Want mijn opa zei, ja, maar ze gaan altijd met z'n allen weg en gaan drinken. Het is toch, weet je, dat voetbalwereldje ook toen in Marokko. Juist. Was ook wel een snelle, weet je. Mm-hmm. En dat wilde hij niet. Niet voor zichzelf. Niks voor jou. Juist. Maar dat was mijn vaders droom. Zijn passie, ja. Ik ga jouw passie nu niet afpakken. Ik weet hoe dat is. Ah. Ik voel je. Gruulig. Maar luister. Mijn vertrouwen heb je. Alleen schaadt het niet. Weet je grens. Ken je grens. Ik heb mijn ouders nog nooit teleurgesteld. Ik heb gereisd. Als ik met rappers... Ik was in jaar 16, 17. Yes. En dan reisde ik naar Duitsland of naar Parijs. Yes. En dan, ik neem school mee. Deze gasten ga ik mee. Die gasten ga ik mee. In de trein belde ik met mijn moeder. Ik ben hier. Ik ben daar. Ja, contact. Gruulig. Weet je? En dat heeft me...
Weet je, ja. Gaat gewoon met een gerust hart, weet juist. Je. Juist, juist. Alert. Je hebt want er zijn heel veel artiesten in jouw positie die zichzelf dan gaan verliezen. En die meesleuren met allerlei, je weet toch, aantrekkelijke ik heb zaken. Het gezien. I know. Ik heb het gezien. I know. Ik heb het echt, echt gezien. En weet je, en daar ligt ook die grens van waarvoor doe ik het? Juist. En voor wie doe ik het? Juist. Ik doe het voor mezelf. En die passie, als die passie er is, in mijn geval was die passie zo groot. Weet je, ik ga niet met de verkeerde mensen om. Of je bent in het bijzijn van verkeerde mensen of in de situatie. Of weet je, ja, drink dan. Ik heb nog nooit gedronken, nog nooit gerookt, niks. Doe gewoon, weet je. En je zit in die vibe, in die atmosfeer, weet je, van mensen. Het is makkelijk. Als je 16, 17 bent, ben je makkelijk om mee te gaan. Heel makkelijk. En daar trek je voor jezelf de grens van hoe ver wil je daarin gaan of niet. Ja. Dus ja, je bent jezelf, je gaat jezelf, je pusht jezelf. Welke kant ga je uit? Wat zijn de consequenties? Dus je bent altijd aan het denken, wat als ik dit doe, wat gebeurt er dan? Ja. En je wilt ook je ouders vertrouwen niet teleurstellen, snap je. Ja. Want dan is het feestje afgelopen. Tuurlijk. Dus, en wat heb je allemaal bijvoorbeeld mogen doen in je muzikale carrière, waar je echt trots op bent? Want je bent ook voor het Koninklijk Huis gaan optreden, hè? In 2000 was het, ja. Mm-hmm. Ben ik toen gevraagd. Toen was Willem, Alexander, Maxima nog prinses. Ja. En toen zouden we gaan trouwen. En dat was 2001 was dat volgens mij nog net daarvoor. En toen zijn ze naar Tilburg gekomen naar 013, want het was 013 was het toen nog maar net ook. Ja. En ik was ook een jongere ambassadeur die tijd. En ze hebben dus een aantal jonge ambassadeurs gevraagd om mee te helpen om dat te organiseren. En waarbij ze ook gevraagd hebben aan bijvoorbeeld mij of ik wilde zingen. Grunelijk. En natuurlijk vind ik dat heel leuk. Ja. Dus ik heb toen meegedaan, of opgetreden. Mm-hmm. En toen was ik ook gelijk gevraagd of ik op een trouwfeest wilde komen. Dus ik ben heel toen naar het trouwfeest geweest. En een paar jaar later heb ik weer voor het Koningshuis. En dat was voor 200 jaar bestaan, denk ik. Weet je wat ik zo apart vind? Dat zeg maar, jij valt gewoon onder die categorie van mensen van onze eigen bodem. Die zoveel interessante dingen hebben gedaan. Wat nooit wordt versterkt door die mainstream media. Het zou gewoon echt iets moeten zijn, weet je, wat we allemaal zouden moeten weten, waar we allemaal trots op zijn. Van ja man, wist je nog toen? En dit. Ja. Het blijft altijd een soort van, heel veel blijft een beetje te veel ondergewaardeerd. Ja. En ik vind het zo vervelend. Daarom ben ik zo blij met deze podcast, zeg maar. Dat alles wat in die doofpot zit, dat we gewoon alles eruit gooien. Ja. Want het verdient gewoon zoveel meer aandacht. Ja. Hoe kan het nou? Ik heb jou voorbij zien komen op televisie. Ik weet dat Fernando van Funix heb ook nog beats voor je gemaakt. Ja. Je hebt zoveel wrede optredens mogen geven. Ja. Binnen, buitenland. Je hebt zoveel gedaan. En dan toch niet, weet je. Ja. Ja, krijg je de aandacht die het verdient, zeg maar. Weet je? Ik heb me die vraag, mezelf diezelfde vraag een paar keer gesteld. En dan komen er bepaalde en naar boven. Ja. Een van de dingen moet ik ook bekennen. Kijk, toen ik heb bij Universal Music gezeten bijvoorbeeld. Ja. Ik heb een artiestenwereldcontract gehad. Ja. Wereldartiestencontract. Ja. En dat was 2003, 2004. Het was ook een beetje een tijd waarbij de muziekindustrie een beetje in elkaar kakte door de download en het hele internet nam over. Ik weet nog dat op een gegeven moment in 2 maanden tijd zoveel mensen ontslagen waren van Warner tot en artiesten ook. En ik was net getekend. Ik weet nog dat ik toen bij Giel Belen aan tafel zat en die zegt van ja, hoe ga je daar nu mee om? Want voel je het ook? En dat was best wel een ding toen die tijd. Want downloaden en dat soort dingen. En de platenmaatschappij had het grip niet meer. Dus, ja, klopt. Hoe ze ermee moesten omgaan. Ja, weet je. Ja. Dus, maar goed, dus dat is een factor geweest. Waarom ook. Twee is dat ik als 16, 17-jarige... you live and learn. Dus zoals je gaat, je groeit en je leert met jezelf omgaan. En hoe ga je met dingen om? Ik was te... ook toen ik 18, 19 was, ik was te,
te veel honger hebben is ook niet goed. Je moet soms te veel, weet je. Maar waarom denk je dat? Omdat jezelf daar, je moet leren passen meten. Je moet leren doseren. Doseren, maar ook passen meten van. Ik was te. Ik wilde niks horen. Ik had één visie. En de rest van al jouw visies om je heen die je krijgt, was niet belangrijk. Dat wilde ik niet aan hoor. Ik wilde het één ding. Ik wilde worldwide gaan. Ik heb mezelf daar soms in tekort gedaan doordat ik opnieuw reageerde. Ik was te hungry, te overgepassioneerd. En soms moet je leren doseren inderdaad. Maar het is iets wat je leert naarmate je wat ouder wordt. En dat je leert van wat zijn de juiste moves? Hoe ga je met dingen, bepaalde dingen om, bepaalde mensen om? Hoe ga je, weet je? Maar eigenlijk een A&R bijvoorbeeld zou daar doorheen moeten kunnen kijken. En kunnen zien van, ze hebben wel een stukje begeleiding nodig, professioneel begeleiding. Maar zo werkt dat niet. Zo werkt dat niet. Bij A&R die moet scoren, die moet kijken naar van hoe kunnen wij... zij hadden één visie voor mij in die tijd. En ik stond niet achter die visie. En dat is ook prima. Ja. Alleen de manier waarop ik daarmee ben omgegaan was misschien niet helemaal... Ik had het anders kunnen doen. Ik had veel meer... ik was te agressief in, laat ik het zo zeggen. Ja, toch, kijk, weet je wat het is? Ik vind het best dat een artiest gepassioneerd is op zijn manier. Want zij of hij moet in zichzelf kunnen duiken om creativiteit op te kunnen halen. Ja. En hoe dat proces verloopt, agressief of minder agressief, humble of heel erg luidruchtig, zou niet uit moeten maken. Ja. Alleen, elke artiest kan niet altijd zijn eigen manager zijn. Dus ik ben wel, weet je, bewust van dat een artiest, hoe goed hij of zij ook is, altijd wel, weet je, een manager gewoon nodig heeft die hem of haar in lijn houdt of adviseert of tips geeft, weet je. Ja, dat had ik dus niet echt. Nee, dat had heel ik veel niet van ons, weet je. Dus vandaar, we waren gewoon één brok energie en we waren gewoon gaan. Je weet toch gewoon. Dat precies hoe je het zegt, ja. En ik was gewoon echt zo. En ik wilde dit, ik wilde dat en ik wilde het zo hebben. Maar nogmaals, ik ben ook mens en ik moet ook gewoon eerlijk zijn van, ik had ook misschien anders kunnen gaan. Zo, ik heb een déjà vu in één keer. Ja, gruwelijk. Maar ik had er gewoon iets anders mee moeten omgaan, bepaalde dingen. Maar dat is ook een stukje volwassener worden. Juist. Snap je? En daarom is die begeleiding zeker belangrijk. Belangrijk. Ik geef nu weer jongen. Ik werk heel veel met jongeren. Ja, want zo heb ik jou ontmoet. Ja. In Oost. Oh. Jij was toen vanuit Tilburg. Ja. Liep jij met een groep jongeren. Exactly. In Amsterdam Oost. In de eerste Oosterparkstraat. Ja. En jij was daar toen met een groep jongeren. Ja. En ik weet niet meer hoe. Maar ik kwam naar buiten. Ik kwam uit een boekenwinkel. Ja. En zei van, hè? En ik zei van, hè? Want je had wel een soort van bekend gezicht, maar ik kon het even niet plaatsen zomaar. Zei van, ja, Sugar Cane toch? Zei ik, ja. Hij zei, dus zei jij, ik rap of ik zing ook. Zei ik, huh? Okay. Serieus? Ik zeg, ik kom me wel bekend voor, maar ik weet niet van waar. We hebben toen nummers uitgewisseld. Want ik was toen bezig om te zoeken naar een zangeres die een refrein voor me kon zingen. Ja. Omtrent een nummer die ik wou doen over mijn moms. Alleen ik wist toen nog niet hoe dat zou gaan uitpakken. Het aparte van dit verhaal is dat ik was op zoek naar die zangeres die hoek kon doen. Voor het nummer wat ik wou maken over mijn moms. En... misschien een paar maanden later hebben we contact en benader ik jou voor die track om die refrein te zingen en blijkt dat jouw eigen mama kort daarvoor was overleden. Zo bizar. Ja, dat is zeker bizar. Ik was eigenlijk alweer vergeten. Het is even geleden, ja. Ik was toen in Amsterdam-Oost met een groep Marokkaanse jongeren. Aha. En ik had een project opgezet in Tilburg, project Ewa. En er waren jongeren die echt van die hangjongeren die altijd op één plekje zitten. Gewoon echt Ewa. Ewa. Dus ik heb ze toen meegenomen. En het project ging dan eigenlijk, insteek van het project was dus, zeg maar, je gaat weg uit je eigen omgeving. En ik leg de link tussen
Marokkaanse mannen en vrouwen ook, die iets bereikt hebben, maar die ook uit een soort van een voorgeschiedenis hebben met ik zeg maar criminaliteit of ook zo'n hangjongeren, yes. Een van die hangjongeren waren. Yes. En die heb ik dan, ik neem ze dan mee, zeg maar. Dus bijvoorbeeld naar een bekende kickboxer of ik heb ze meegenomen naar het NOS, Mediapark. Dus allemaal mensen die dus ja, een soort van... Inspirerend. Ja, inspirerend. Dus dan konden ze ook meedoen. Bijvoorbeeld, ik nam ze mee naar een kickboxer. En dan gingen ze kickboksen. En dan konden ze vragen stellen. En weet je, dan kregen ze die motivatie, inspiratie om gewoon ook iets te doen. Weet je, in het leven. En nou, dat heb ik toen gedaan. Maar toen was ik dus in Amsterdam-Oost. Want we wilden ergens iets gaan eten. Juist. En toen liep ik naar buiten, volgens mij. Toen kwamen we elkaar tegen. Ja, maar we kennen elkaar wel daarvoor al. Ja, hè? Van zien en muziek en dat soort dingen. Juist, gruwelijk. Ja. Nou, toen, om terug te komen dus op dat nummer. Ja. Zie ik nu, zeg maar, die struggle waar jij, zeg maar, nu doorheen gaat, die heeft jouw moeder ook gestreden. Ja. Huh? Ja. Als het te pijnlijk is om over te praten, hoef je niet over te praten. Nee, weet je. Nee, ja, kijk. Ik was laatst in het ziekenhuis. Want ik heb dus net mijn chemokuur. Ik ben daarmee klaar. Ja. En ik kwam daar binnen. Volgens mij was het mijn derde of vierde kuur. Want ik heb in totaal 12 gehad. Zo. En ik kwam daar binnen. Toen zag ik een Marokkaanse vrouw liggen. Met haar dochter. Ik begon te huilen. Oh ja, Lord. Ja. Oh God. Ik was gewoon die dochter weer, weet je. Dat was mijn moeder weer. En echt zo'n beginsituatie. En ze had ook een uitzaaiing en zo. Mijn moeder had ook een uitzaaiing. En dan dat voelde ik. Mijn moeder is echt een soldier. Ja, ik heb nog nooit iemand zo kalm, zo relaxed, zo... En dan nog gewoon... Ze zei altijd... Komt beter. In Nederlands was niet helemaal optimaal, maar dan zei ze... Ze bedoelde dat het komt goed. Komt goed. Zo. Komt beter, zegt ze. Komt beter. Oh my God. Ja. Echt. Echt. Ik voelde. En ook nu. Weet je wat het is? Ik denk soms vaak aan mezelf van... Ik moet gewoon niet klagen. Ik klaag ook gelukkig niet. Het ergste wat ik in mijn leven heb kunnen maken is niet dit. Het ergste wat ik heb mee kunnen maken is je eigen moeder zien struggelen. En ze heeft 2 jaar lang gelopen met trombosebenen. Mm-hmm. En dat is echt gewoon heel heftig, want je hebt echt van die hele... Het is net of je met heet water eroverheen gegoten hebt. Ja. Het is zo echt hele opgezette benen en ik moest van die steunkousen. Ik hielp haar daarmee. Dus ik heb ook echt gewoon 2 jaar lang echt gewoon verzorgd, meegeholpen en... Iedere afspraak naar het ziekenhuis geweest. Tot op een dag zat ik met haar aan tafel. En zij had een bord eten en ik een bord eten. Op een gegeven moment begon ze uit mijn bord te eten. Ik zeg, mama, wat doe je nou? Ja, eten? Ik zeg, ja, maar jij hebt toch je eigen bord? Oh, dat had ik niet gezien. Ah. Dus de tumor. Juist. Wij wisten niet dat ze toen kanker had. Maar waarschijnlijk heeft dat dus een trombosebenen was een symptoom. Dus een reactie van die kanker die ze in haar lichaam had. Mijn moeder heeft ook nooit chemo gehad of iets van dat. Want het was binnen een maand was het... Wow. Ze heeft dan 2 jaar lang echt gewoon... ze had ook al trombose, dus hoge bloeddruk, hartklachten, medicijnen. En ze kon niet goed zien en er kwamen allerlei dingen bij. En op een gegeven moment zijn we... Ja, en met het hoesten, ze had pijn in de borst. En op een gegeven moment... En heb ik nog steeds als ik het ziekenhuis in wandel... En je hebt echt een gang waar ik altijd met haar zat. En dan zat ze dan, joh. En dan liep ik binnen. En dan was het van, we gaan nu, vergeet ik nooit, we gaan nu een punctie doen. En ze kreeg hier een gat, omdat ze hier dus... Een camera of zo, hè? Nee, ze kreeg gewoon een biops. Ze heeft lymfeklierkanker gehad. Ja. Ze hebben dus een gat gemaakt om een stukje van de weefsel te pakken, van die tissue... Aan de onder de loep te nemen. Zo, jij begint erover, ik moet hoesten. Ja. Maar verder, sorry. Geef niet. En, maar dan zie je gewoon, en ze is gewoon kalm. En dat was 26 april, vergeet ik nooit, 26 april 2007. En vanaf dat moment
ga je in gesprek met zo'n arts. En ik weet het, vergeet het nooit. Ik kwam met haar het ziekenhuis binnen. En in zo'n kamertje. Zij zat hier en ik zit hier. En dan zo'n arts voor je. Die dan zegt, je hebt het resultaat. En die kaart je gewoon aan. Hè? En die zegt, jouw moeder heeft niet, u heeft niet meer lang te leven. U heeft een uitzaaiing. Wow. Oh my god. Wat doe je dan, man? Ja. Wat ga je doen? En je voelt gewoon die klap. Je voelt die klap in je gezicht. En je kijkt en je ziet je moeder daar zitten. Die vrouw die voor je gevochten heeft. Ja, die alles voor je gedaan heeft. Wow. Die vrouw. En ze is kalm, ze is rustig. En we lopen weg, de gang uit. En ik bel mijn broertje op. Ik zeg, je moet naar het ziekenhuis komen, want ze werd acuut opgenomen. En ze draait om en zegt, maar dan ga ik toch dood nu, toch? Ik zeg, mama, ik zeg, alsjeblieft, zeg dat nooit meer. Hmm. Zeg dat alsjeblieft niet. Het ergste wat ik mee heb gemaakt is dat je moeder zien lijden, je eigen moeder. Ik denk dat het voor iedereen geldt. Ja, man. Ik zelf, I got this under control, man. Ja. Ik doe dit gewoon, ik ga dit doen. Ik doe dit gewoon. Die knop gaat gewoon om. Maar zij had zoveel complicaties. En ik heb op een gegeven moment hebben ze opgenomen in het ziekenhuis. En ze kreeg een eigen kleine kamertje. Ik heb naast haar geslapen iedere dag. De hand vastgehouden. Op een gegeven moment mocht ze in het weekend naar huis toe. Ik weet nog, het was 4 mei. Het was net voor met de vakantie, zeg maar 4 mei vakantie. Dus mocht ze 2 dagen in het weekend naar huis. Mijn vader heeft haar gewassen. Heeft haar naar de... Gewassen. En we gingen terugzitten, we hadden boven in de slaapkamer, mijn broertje had de slaapkamer, hebben ze omgezet, omgetoverd tot een lekker chillruimte met een tv'tje en zo. Ik had een eindje voor de gebakken, theetje. En toen zaten we tv te kijken. Kane, ik draai mijn gezicht om en ik kijk haar aan. En ik zie die helft van haar gezicht zo. En schuimen. Maar ze blijft kalm, hè. Ze probeert tegen ons te zeggen, blijf rustig jongens. Ze is aan het... De trombose, popje wat ze had, is naar de hart gevlogen of geschoten. Waardoor ze verlamd raakte. Maar je ziet je moeder, dat, je ziet dat. Dat gaat nooit meer weg. Natuurlijk niet. Snap je? En toen dacht ik bij mezelf van... Wat moet ik doen? Ik moet snel het ziekenhuis bellen. Ik belde mijn schoonzus op. En toen belde ik gelijk de ziekenhuis op. En kwam de ambulance kwam. Toen zat je met haar, zat ik op een gegeven moment in die ambulance. En je ziet je eigen moeder liggen. Je schatje, je alles, weet je. Je boomstam, everything, weet je, de roots. En je houdt die hand vast en ze kijkt je gewoon aan. Maar ze is nog steeds kalm, hè. Ze is gewoon nog steeds relaxed, kalm. En ze probeert mij te zeggen, komt beter, zegt ze, komt beter. Relaxed, kalm. Het is geen overgave, het is echt van, het is een... Acceptatie. Ah, een acceptatie, maar ook gewoon... Het is gewoon een soldier gewoon, ja. Die daar ligt van. Gewoon je kracht willen geven door middel van het gewoon te nemen, gewoon zo het is. En we kwamen in het ziekenhuis en het is eigenlijk best wel snel gegaan. Een maand tijd. Mijn broertje was net getrouwd. Dat was haar wens. De jongste, die wil zijn huis hebben. Een eigen huisje, die is goed. Mijn zus was getrouwd. Jij redt je wel, zegt ze. Ja, red je wel. Maar ik ben blij dat je bij me bent, zegt ze. Ik ben blij dat je me... Want ik ben echt... Iedereen ging naar huis. Ik ben altijd bij haar gebleven. Ja, toen ze verlamd raakte. Mijn rug was gewoon kapot. Van het iedere keer omdraaien. Mijn moeder was op een gegeven moment... Ja, ze lag te lang op één plek op de rug. Ja. Zweten helemaal. Je maakt je druk. Ik heb al heel mijn leven al een soort van angststoornis gehad. En maar ik op een gegeven moment ging ik in mijn piek. Dus ik ging me druk maken. Heeft ze pijn? Heeft ze geen pijn? Kom, mag ze morfine? Je bent gewoon continu scherp gesteld. Yes. Je bent gewoon fight or flight. Ja. Dus dan ging ik echt... als iemand is verlamd raakt, is het gewoon heel moeilijk om... Ja, weet je, mijn moeder was niet de dunste, maar ook niet dik of zo. Maar gewoon, ja. Je lichaam is zwaar. Je weet toch als iemand slap is? Ja, dan ben je extra zwaar. Ik at niet, ik dronk niet. Ik was gewoon, ik sliep niet. Ik wilde gewoon zorgen dat ze gewoon goed was. En dan ging ik er omdraaien. En dan was het helemaal rug, ging haar rug droog maken. En dan ging ik haar weer omdraaien. Dat was zo heftig. En op een dag voor moederdag, op een vrijdagavond, pakte ik haar hand vast. En ze deed de ogen open.
En ze begon heel diep adem te halen. En toen wist ik al van, ze ziet daar engelen, man. Ja. Ze ziet daar engelen. Ik hield haar hand vast. En ik zeg, mama, man. Ik zeg, lieve mama. Ik wil je danken voor alles wat je me hebt gegeven. Wat je voor me. En je blijft, je zal altijd in mijn hart blijven. Je bent mijn engel. Ik zeg, mama, het is tijd, man. Het is tijd, lieve mama. Het is tijd. Het is genoeg. Ik zeg, je benen worden weer mooi. Die zwarte benen. Ik zeg, je benen worden weer mooi. Je gaat naar een mooie plek. Je hebt alles gegeven. Dankjewel, mama. 'S Ochtends vroeg, om een uur of 5:30, pakte ik haar handen vast. Echt, ik lag te slapen, want het bedje lag naast mijn moeder. Ik werd gewoon wakker. Gewoon spontaan wakker. 5:30 ochtend. En ik keek naar haar. En in 1 minuut tijd, hè, pakte haar handen vast. En ze doet... ademt. Ja. En ik zie een verpleegster binnenkomen. Ze kijkt me aan, ze doet... Ja, dat is gewoon zo... Unreal. Het is gewoon, weet je. Het is gewoon, weet je. Je bent 24. Zwaar. Luister, je bent 24. Ja. Ik had een jaar daarvoor had ik plan om naar New York te gaan. Ik had woning. Ik zou met BMI. Ja. Sony. Was ik al in gesprek. EMI bedoel je? EMI. Ja. Zou ik in gesprek gaan. Dingen liepen. Ja. Je bent 24, je bent in die ja, dat toch. Is echt zo'n levens... Je bent klaar met school, Uurig. Je gaat dingen... Je bent, weet je. Ja, ja. Maar ik heb gekozen om niet te gaan, om bij mijn moeder te blijven. I will never regret it. Ik ben daar zo blij mee dat ik die keuze heb gemaakt. Maar dan gebeurt er iets op een gegeven moment. En het is zo onwerkelijk dat je denkt van... daar sta je dan in je eentje, man. Kwam mijn moeder te overlijden. En toen ging ik een hele... Toen was het echt van dakloos. Ja. Ik heb nu een goede relatie met mijn vader, maar dat was anders. Ja. Hij wilde gewoon een nieuwe vrouw. Ja, ja, ja. Jij moet het huis uit. Ja, het is met geweld gegaan. Ja. Mijn vader heeft me wel met geweld op straat gezet. Denk je dat het misschien kwam dat hij ook door een bepaalde emotie heen ging waar hij gewoon niet mee om kon gaan en dat het zich op die manier ging uiten? Now looking back? Kijk, ik heb daar heel veel over nagedacht. Mijn vader is als 17-jarige jongen naar Nederland gekomen als immigrant. Die heeft die relatie met zijn moeder, dat was heel anders. Niet heel anders, maar in de zin van... Als jongen van 17 jaar, je laat je moeder achter. Je gaat naar, die band is anders. Ja. Tuurlijk, het is je moeder. Tegen ons zei hij, ja, dat is jullie moeder. Maar voor mij, ik heb 30 jaar met haar geleefd. Dat is veel, veel meer, veel belangrijker. En ik kon dat ook niet begrijpen. En ik laat het ook in het midden. En ik vind het ook prima, weet je. Want het is ook 30 jaar lang. Hij is nu gelukkig getrouwd en heeft een hele lieve vrouw. En mijn zoontje houdt van hem, van hun en andersom. Maar dat was een hele moeilijke tijd. En ik begreep dat niet. Waarom hij zo snel klaar was. Ja, maar oké, klaar. Maar toen ze al ziek was, was hij al een soort van... Ja, oké, nou, nu op naar een nieuwe fase in het leven. Wow. Dat is prima. En ik kan ook niet helemaal begrijpen waarom dat zo toen was. En ik merk nu ook gewoon dat hij daar veel meer moeite mee heeft. En dat hij er anders in was. Maar ik kan ook niet... Ik kan dat niet... Ik kan niet in hem... Ik kan niet voelen wat hij voelt. Yes. En hij gaat daar heel anders mee om dan ik daarmee omging. Ja. Voor mij was het gewoon opeens van die piek, dat angst en dat piek. Naar in één keer, waar moet ik heen? Ja. Wat ga ik doen? Ik ben 24, al mijn centjes wat ik had opgespaard van al die tours en zo, was gewoon op een gegeven moment weg. Ik moest gaan werken. Ik kom mensen op straat tegen van, hey, je zit toch in de muziek? Je komt ergens werken, telemarketing. Oh, maar je zit toch in de muziek? Wat doe je hier dan? Ja. Oh, ben je zo laag? Niemand. Ik sprak er met niemand over. Het is net of ik zoiets van had... Dat alsof gewoon iedereen je in de steek had gelaten. Ja, maar iedereen. Ik hou van mijn broertje, ik hou van mijn zus. Die hebben ook nu in deze tijd echt klaar voor me zijn. Mijn broertjes vrouw, mijn broertje. Echt. Maar dat was een hele moeilijke tijd, omdat ook zij het moeilijk hadden. Ja, ja. Mijn zus was hoogzwanger.
Mijn broertje was net getrouwd, net een paar weken getrouwd. Iedereen ging gewoon door zijn eigen struggle, zijn eigen verdriet, ja, op zijn exactly. of haar eigen manier verwerken. En wie ben ik dan om te zeggen, ja, jullie moeten mij helpen. Snap je? Dus ik heb toen ook, ik heb geen hulp gezocht of niks. Dus ik raakte in een hele, echt depressief, ik had angststoornissen. Heb ik al heel mijn leven langs van crowd, te veel. Maar het werd steeds erger en op een gegeven moment raakte ik mezelf daar ook wel echt in kwijt, weet je. Maar die passie en die frustratie van ik wil mijn muziek doen, ik wil mijn muziek er en nu. Dus ik raakte op een gegeven moment dakloos. Van de ene plek naar de andere plek, naar de ene plek. Geen rust. Geen rust. Ik raakte schulden, ik maakte schulden. Ja. Zorgverzekering. Ja, ja, je hebt geen inkomen. Van A naar B, A naar B. Maar die passie is er nog altijd van die muziek. Het is niet van, ja, dat hoeft dan wil ik dat ook niet meer. Dus ik heb altijd gezegd van... En dat heb ik je wel, zeg maar, zien vasthouden. En je hebt toen eigenlijk ook best wel veel mooie stappen gewoon ondernomen. Ja. Weet je, want op een gegeven moment zag ik van... concertgebouw, optredens... zitten met muzikanten in een studio en gewoon toffe muziek maken. Dat is mijn uitlaatklep, man. Dat is echt. En dan op een gegeven moment, weet je, wij spraken... En dat was het moment dat ik ging studeren. En dat ik helemaal wegstapte van muziek. En na een paar jaar kwam ik er eigenlijk weer een beetje op terug. En toen was jij op volle toeren, weet je, was jij bezig aan het knallen. En was ik heel erg blij ook voor je, gewoon als ik je dan voorbij zag komen en zo. Zei, kijk mama, ik ken haar en zo. Oh leuk, wat kan ze mooi zingen. Weet je, en dan zag ik je een beetje op televisie en dan was je bezig met een pianist of met iemand die gitaar speelde of zo. En dan was je aan het zingen. En dan zag ik dingen voorbij komen lopen en denk ik van, ja man, ik hoop echt gewoon voor jou heel snel dat je nu gewoon doorbarst gewoon met weet je, waar je gewoon zo goed in bent. Ja, dankjewel man. En dan opeens plotseling krijg ik een belletje van jou. Ja. En zeg je van, ik moet met je praten, want ik wil iets met je delen. En toen werd er ontdekt dat je dus kaart. Ja. 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 Hoe het gegaan is, was gewoon zo... bizar, gewoon je staat er niet bij stil, je denkt er niet aan. En ik zat toen midden in een, want ik had net mijn single opgenomen en ik had eigenlijk mijn clip al een deel van opgenomen en ik moest nog een deel opnemen. Ja. Dus ik was in mijn hoofd, was ik daar zo mee bezig en kleine een stapje terug, in 2019 had ik een knobbeltje gevoeld, klein knobbeltje. Dus ik heb de verantwoordelijkheid genomen van, ik ga naar mijn huisarts om te laten checken. September 2019. Dus ik kwam daar binnen. Maar er werd gevoeld. En ik zeg, luister, mijn moeder is overleden aan kanker. En ik wil gewoon zeker weten dat het niks ernstig is. Hè? Weet je, laat me foto's maken of zo. Hè? Laten we het even onder de loep nemen. Maar het was gewoon van, nee. Argument nummer 1, je bent 38. Argument nummer 2. Kijk, nu weet iedereen hoe oud ik ben. Nou ja, goed. Ja. Nou goed, nummer 2. Het komt niet voor in je familie. Maar ja, okay, zelfs dat weet ze niet 100%. Misschien heeft mijn oma dat ook gehad. Dat weten we niet. Ja. En het is maar een kliertje. Dus er wordt echt gewoon gezegd van het is maar een kliertje, dus ga maar naar huis. Dus ik had echt al zo'n raar gevoel erbij. Maar ook de manier waarop van, kom op, niet overdraven. Het is maar een kliertje, kom, ga. Dus ik had een hele een raar gevoel bij. En een paar maanden daarvoor... Je weet toch, je lichaam geeft toch signalen. Je weet toch, je hebt het gevoel van, er is iets en het klopt niet. Juist. Ik heb het druk, ik heb mijn muziek, ik heb mijn zoontje natuurlijk. Je bent gewoon bezig, maar je voelt... En ik heb echt huilend aan de telefoon gezegd, luister, met je doktersassistenten. En het was mei 2019. Ik zeg, er is iets met me aan de hand. Ja, alleen maar dingen die... Weet je, het is mentaal. Ga naar een psycholoog, ga erop. Ik zeg, luister, het is het niet. Dat hoor ik vaker hier in Nederland. Hoor. Als er een bel wordt getrokken, dan zijn ze heel makkelijk om te zeggen van... Neem maar een paracetamol of... Doe maar dit. Psycholoog. Ja, weet je, gewoon zo. En als er dan iets ernstig gebeurt, dan willen ze hun verantwoordelijkheid niet nemen met schadevergoeding en dat soort dingen. Maar dat heb ik tegen haar gezegd ook. En dat was alleen maar een doktersassistent waarbij ik dat gesprek had. En ik werd daar echt gewoon boos over. Want ik van, luister, jij voelt als ze straks... Toch?
iets ernstigs is, dan is dat niet meer terug te draaien. Juist. Toen heb ik het gelaten. Ik zei van ja, weet je, laat me zitten. En toen de september dus, 2019, toen voelde ik dat knobbeltje. Wat gebeurt dingen in je lichaam, hè? Juist. Dus op een gegeven moment, 2019 september, ging dus naar huis toe. En heeft ze mij dus eigenlijk met borstkanker naar huis gestuurd. Wow. En nog wel een hele agressieve vorm. Later kwam je dan achter van... Dus toen ik hoorde van wat het was. Dat je niet één soort type... Je hebt niet alleen borstkanker. Mm-hmm. Vroeger dacht ik dat. Borstkanker. Ja. Nee, je hebt echt subcategorieën. Ik heb dus HER2 positief. En dat houdt in? Nou, dus hormoongevoelig. En je hebt eiwitgevoelig. Dus je hebt triple positief en triple negatief. Mm-hmm. En triple positief, dan is het gewoon allemaal een agressieve vorm. En hoe jonger je bent, hoe erger het is. Okay. Want dan spreidt het ook nog sneller, want je maakt hormonen aan. Dus als je boven je 60, 70 bent, is dat ook erg. Ik hoop niet dat ik iets verkeerd zeg, maar dat is wat ik van de info die ik heb gehad. En ik stadium 3. Stadium 4 ben je al snel afgeschreven. Yes. Dus die geluk had ik. Maar dus ik had afgelopen september, oktober 2020, had ik pijn. Steken. Dus echt gewoon niet steken. En ik was net met die clip bezig en ik dacht van, laat zitten. Ik kan echt heel veel hebben. Dus ik dacht, laat zitten. Want best wel veel pijn. Het is echt net of er iemand een pin erin steekt. Ja. En er heel langzaam weer uit. Zoveel pijn. Of ik nou zat, of ik nou liep. Dus ik denk van, dat is dat kliertje weer, weet je wel. Waarvoor ik naar huis gestuurd word. Kliertje. En echt gewoon, het is gewoon een spur of the moment, dacht ik van. Ik stond in mijn slaapkamer en ik kon het zien, hè. Je kon het gewoon zien. Als ik in de spiegel keek, zag ik. En het licht kwam binnen vanuit de raam en ik zag het gewoon. Ik dacht, dat kliertje, weet je. Echt niet gedacht aan kanker. Ik serieus niet aangedacht. Dus ik denk van, ik bel even. Dus ik bel de huisarts op. En ik spreek een assistent. Ik zeg van, luister, dat kliertje is weer opgezwollen. Of kun je daar naar kijken? Ze zegt tegen mij, wat wil je doen? Wil je meteen foto's laten maken of wil je even hier langskomen? Ik zeg, nee. Laat mama gewoon foto's maken. Ze stuurde mij dus in oktober, dat was toen herfstvakantie in Tilburg. Een goede vriendin van mij, die zou komen logeren. Dus ze was met mijn zoontje. Ik zeg van, luister, ik ga even naar het ziekenhuis. Gisteren gebeld, kom vandaag al terecht. Ja, is goed, zegt ze. Dus ik ga naar het ziekenhuis. Het was half vijf. Echt gewoon half vijf. Meestal sluiten de polyklinieken om 5 uur. Dus ik kwam daar aan nog. Dus ik zat daar, niemand was er verder. Ik kon er binnen. En dan ga je in zo'n apparaat. Het wordt platgedrukt, je kent het wel. Ik weet niet of je het... Ik heb het wel eens gezien. Ja, precies. En ik voelde me een beetje benauwd. Een soort MRI-scan of zo? Nee, het is zeg maar een apparaat. En ja, heel je ding wordt gewoon plat gedrukt. Ah, okay. Dus, moet je niet in zo'n buis of zo? Nee, dat is echt een scan. Dit is een mammografie. Mm-hmm. En dus maken ze eigenlijk foto's. Dus dan eigenlijk wat je... Nou, dat is een MRI-scan wat ik je liet zien daarvoor. Okay. Maar dan wordt er zeg maar... Per borst wordt er dan zo dus tussen zo'n apparaat... Plat fijn gedrukt en worden de foto's gemaakt. Okay. En dan mag je eigenlijk naar de wachtkamer eigenlijk. En dan mag je daar zitten. Dus dan wordt de radiologie, kijkt er daarna of zij kijken daarna. Okay. Maar ik mocht gewoon even terug in dat kleedhokje. Mm-hmm. Dan zeggen ze, ja, daar moet je even gaan zitten. Wacht nou maar even daar. Maar ik zit in mijn hoofd gewoon, oh, je clip, oh ja, met die outfit en weet je wel. Je was al bezig, je weet toch? Ja. Outfit en... Met de regie van je clip. Ja, en ik zat en ik dacht van, heb ik nog eventjes tijd en zo. En goed, op een gegeven moment gaat die deur open na 10 minuten. Ze zegt, ik wil dat je even meekomt. En ik voelde die sfeer omslaan, maar je bent nog steeds... In de veronderstelling van... Valt nog wel mee of zo. En je denkt niet aan K. Je denkt niet. Nee. Je denkt er niet aan. Ik was gewoon nog steeds met mijn hoofd daar. En ik had dat mondkapje op. Dus ik had echt zo'n smile. Ik liep echt zo. Ik liep nou echt gewoon van, oké. Okay. Ja, oké. Okay. We gaan naar die andere ruimte. Omdat het al 5 uur was, waar alle computers uit. Maar die gingen weer aan. En ik weet dat ik moest gaan liggen. Het moest allemaal heel snel. En ik zag zo'n TL-buis. Het was heel donker, want je hebt de echografie. Dus dan maken ze, dan gaan ze echt op zo'n scherm kijken, weet je. Yes. Ken je wel, dan maken ze zeg maar een beetje... En dan gel toch, of zo? Gel, inderdaad. En dan zie je op een gegeven moment op de scherm, zagen ze wat dingen. Maar ik zat nog steeds naar die TL-buis te kijken. En ik denk van, wat doen we nou hier, man? Wat gebeurt er nou? En die arts komt binnen en ze zegt tegen mij van, de hoofdradiologie, ze zegt van, je bent nog jong. We moeten nu...
vanaf nu doen we alles via het ziekenhuis. We gaan het aanpakken. Maar geen één keer is er gezegd, er is kanker of tumor. Geen enkele keer. Maar alle signs, die zijn gewoon duidelijk. Mm-hmm. En dan dringt het nog steeds niet binnen. En ik zit dan nog steeds zo smaal. Echt gewoon van, oké. En wat vriendelijk lachen. Met een mondkapje. En op een gegeven moment zegt ze van... we weten wat we zien. En we moeten nu ingrijpen. En toen kwam er nog een ander arts binnen. Er werd geprikt. Ik stond op, een bloedbad onder me. En ik denk, ik kom hier voor foto's toch? Wat is dit? Yeah. En het dringt nog steeds niet binnen. Wow. Ze zegt me, je gaat nu even mee naar Mama Care. Dat is een afdeling. Ik heb nog nooit van de Mama Care gehad. Wat is een Mama Care? Yeah. Afdeling puur alleen voor borstkanker. Dat is echt een hele afdeling daarvoor. Nou, we lopen even met je mee. Dus je loopt daar en je denkt van, wat gebeurt hier? Yeah. En je hebt gehoord ergens een stemmetje. Nee. Nee toch? Nee, zal het zo zijn? Nee. Je gaat echt, het is zo raar. Ja. En je zit eigenlijk al, loop je binnen dus. Op een gegeven moment mocht ik daar gaan zitten. En zat een vrouw, zo'n hele spierwitte ruimte. Vrouwtje gaat zitten. Ze kijkt je aan en ze zegt, het zal een hele moeilijke tijd voor je worden. Hoe bedoel je? Ik zeg, ja, maar je moet er toch even wachten tot de weefsel weer vanuit het laboratorium terugkomen. En dan kunnen jullie het zien. Nee, we weten wat we zien. In welk stadium, weten we nog niet. Dan moet je een week wachten. Dus een week moest ik wachten voor de uitslag. Dus in die week heb ik mezelf al 3 keer begraven. Ja. En ze hadden je nog niet verteld dat je K had? Ze wisten dat het kanker was. Ze konden het zien dat het een tumor was. Duidelijk. Maar in welk stadium? Ik moest gewoon scans gaan doen. Misschien had ik een uitzaaiing of niet. Hmm. Wat voor soort kanker? En dan moest je een week wachten. Kom, maar kom met iemand alsjeblieft. Kom niet alleen. Het werd 100 keer gezegd. Nou, op een gegeven moment zit je in een rollercoaster. Ik heb het niet eens gevraagd, maar je zit erin. En hij gaat hard, hè? Ja, hij gaat gewoon hard. Je kan niet stoppen. Je hebt niet eens tijd om die gondel, toch? Dat ding erom. Daar heb je geen tijd voor. Want je gaat hard. Je zit er gewoon meteen in. Je zit erin. Plankgas. Ja. En hij gaat over zijn kop. En je gaat over zijn kop. Je zit daar gewoon. Heb je kinderen? Ja, ik heb een kind. 7 jaar. Heb je een man? Heb je een... Nee, ik ben alleenstaande moeder. Oké. Heb je hulp? Krijg je hulp? Je zit daar, je moet allemaal antwoorden geven. En het wordt ook allemaal heel goed gedaan en lief. Het is niet zo bot zoals ik het nu doe. Nee. Wordt echt, ik ben daar wel echt gewoon ontarmd en weet je, gewoon warm. Maar om je goed te begrijpen, je wist toen nog steeds niet wat je had. Nee. Dus dat is gewoon van die... Wow. In een uur tijd van een mammografie, dat platdruk gedoe. Ja. Dan mag je dus gaan naar dat radiologie, naar dat echo. Dan wordt het geprikt, wordt de weefsel gepakt. Dan ga je door naar de mama care afdeling. En dat is allemaal op een bezoekje waarvan ik dacht alleen eventjes een fotootje maken. Eventjes checken. Juist. En toen ik daar zat, toen zei ik dus, hè, dus dan zit je in zo'n rollercoaster. En toen dacht ik bij mezelf, nee. Je moet aan je moeder denken. Juist. En je denkt, en je gaat naar huis. En je wist toen nog steeds niet dat je kanker. Ik wist wel dat ik kanker, maar niet wat voor of ik een uitzaaiing had. Dus ze zeggen het niet. Nee, maar ze zeggen het dus niet. Dus je komt binnen, je maakt een foto. Mm-hmm. Meestal mag je naar huis gaan. Mm-hmm. Meestal als je foto maakt en er is niks. Yes. Mag je even in de wacht. Doe je kleren maar aan, mag je even in de wachtkamer wachten. Ja, toch? Maar tegen mij zeiden ze, blijf in dat hokje zitten. Mm. Nog niet je kleren aandoen. Mm. Omdat ze nog die biopsie wilden doen. Dat prikken. Okay. En dan haal ze het weefsel uit. Omdat ze dus iets gezien hebben. Okay. En ze zeggen, we weten wat we zien. We zien iets. Okay. En je bent nog zo jong. Dus er wordt allerlei signalen wordt aangegeven, je hebt kanker. Maar of het een uitzaaiing is, weet je nog niet. Okay. Want weefsel moeten ze eerst naar de dingen brengen, naar de laboratorium. Juist. Onder de loep. En dan kunnen ze zien wat voor type, wat voor soort. En dan pas. Ja, op een gegeven moment ga je naar huis. En dan moet je een week wachten voor uitslag. Een week lang. Ik heb een week lang. Ik zeg al, in die week heb ik mezelf 3 keer begraven. Ja, waar ga ik me begraven? Ja. Mijn zoontje. Wie gaat er voor mijn zoontje zorgen? Maar dat gaat zo hard. Ik heb diezelfde nacht gedroomd. Ik had een droom. Mm-hmm. En ik werd 's ochtends vroeg wakker. En ik wist gewoon, het is een agressieve vorm. Mm. Het is een hele agressieve. En ja. Een week later heb ik mijn zus meegenomen. En toen ik dit ziekenhuis dezelfde dag naar buiten liep. Nou, ik liep met tranen naar buiten, man. En ik keek nog naar dat ene gangetje waar ik met mijn moeder altijd zat. Wauw. Je hebt het echt zwaar gehad.
Was gewoon een dubbele belevenis. Een dubbele belevenis, maar wat het andere aan is, ik wilde geen chemo, dat wilde ik absoluut niet. Ik wilde het niet, ik wilde dat zooi niet in mijn lichaam. Ja. Complicaties die aan overhoudt. Je wordt gewoon gesloopt. Want toen op dat moment, zeg maar, kwam je ermee naar buiten. Voor de chemo kwam je ermee naar buiten dat je K had. Ja. Hoe reageerde, zeg maar, jouw omgeving toen op jou? Je vader, je zus, je broertje, dierbaren, kennissen van jou. Hoe heb je dat beleefd, zeg maar? Want toen moest je het gaan vertellen. Hoe heeft papa het beleefd, zeg maar? Yes, ik zal het allebei een beetje zo vertellen. Dus ik heb het... Het is een beetje hoe je het zelf brengt. Ja. Als ik mijn vader zou zeggen, ik heb kanker. Ja. Ja, dan breekt hij natuurlijk. Dus je gaat nadenken, hoe kan ik het brengen? Want je bent jezelf aan het klaarstomen. Oké, nou, dan gaan we dit doen. Ik ben niet bang voor de dood. Ja. Echt niet. Ja. Dus het moet zijn, moet het zo zijn. Als mijn tijd op is, mijn tijd op. Ja, man. Soldaat. Klaar. Als we dit moeten gaan doen, laat doen. Ik, I'm in control. Als het om mij gaat, ja, ben ik in control. Tuurlijk, God Almighty is. Yes. Als ik moet gaan vechten, gaan we vechten. Is prima. Ja. Maar als je het gaat brengen, ga je kijken, hoe ga ik het brengen? Hey, ik heb tegen de vrouw van mijn vader als eerste gezet. Maar hij was aan het bidden. Hij hoorde iets, hij pikte iets op. Dus ik zeg tegen de vrouw van mijn vader, tegen Lamia, zeg ik van... Lamia, ik ben naar het ziekenhuis geweest voor het knobbeltje. Heb je me niet verteld? Ik zeg, oh, heb ik het niet verteld? Ik zeg, nou, ik heb dat gewoon, ik heb volgens mij verteld. Maar er is gebleken dat het kanker is. Maar weet je, we gaan het gewoon doen en... gewoon klaar, weet je. En, en ik zag haar, ik voelde haar. En ik zag haar verdrietig worden. Yes. Maar je moet gewoon niet pakken, hé. Blijf bij me, weet je. Ja, ja. Kom, hey, toch? Hey, maar blijf bij me. Want dat heeft jouw mama ook naar jou toe gedaan. Ja? Ja, dus ja. Dat is die soldatentrekking heb je van mama. Moet. 100. En niet alleen dat, maar het leven zelf. Yes. In mix of breaks, weet je. Je gaat gewoon door... Weet je, dat muziek, je wil je carrière, je muziek. Ja, ja. Homeless, je moet, ja, kom op. Weet je. Je overlevingsdrang. Ja, ik overleven is mijn comfortzone. Juist. Als ik uit, dat is mijn ding. Je moet vechten. Ja, maar nu leer ik dus dat het niet altijd hoeft. Ik hoef niet ik mag ook rust zijn. Juist. In plaats van altijd fight or flight, want dat sloopt je. Juist. Ik heb nooit gerookt, nooit gedronken. Yes. Maar ik ben van mening, de dingen die ik heb meegemaakt in het leven, is die tumor. Die tumor, ik heb het vanaf het moment dat ik ben begonnen, stress is de number one killer, zeg ik. Yeah. Depressie is dus de number one killer. Er zijn zoveel mensen rondlopen. Je hoort ook mensen. Ik kijk, natuurlijk, het kan genetisch zijn. Bij mij is het niet genetisch. Yeah. Dus die heeft het Radboud ook onder de loep genomen. Dus dan ga jij vragen, waar komt het dan vandaan? Ik rook niet, ik drink niet, ik sport, ik eet gezond. Ik drink al meer dan 20 jaar geen cola en weet ik veel, weet je. Ja. Met andere woorden, I'm living a healthy life. Yes. But the mind, your mind. Als jij niet de touwtjes van je, als je niet... If you don't take control. Hey, it kills you. Je lichaam komt zuurstof tekort op bepaalde plekken. Yes. Je organen, je ding. Yes. Waardoor je zeg maar... Die stress, ik zei dat tegen mijn moeder ook. Mijn moeder heeft ook veel meegemaakt. Mijn vader is manisch depressief. Die is manisch. Hij heeft nu natuurlijk veel milder nu. Ja. Maar dat heeft heel veel invloed gehad op mijn moeder. Ik neem het hem ook niet kwalijk, want hij kan daar ook niets aan doen. Ja, het verteert heel erg. Hè? Ja, en zo heeft iedereen zijn dingen. Ja. Daarom is je welzijn, je mental state is zo belangrijk. En zo ben ik er ook ingestapt. Ik ben er ingestapt van... Je gaat je afvragen, hoe kan dit dan? Hoe ontstaat zoiets? En onbewust weet ik... Ik heb ook vanaf het moment dat mijn moeder is overleden... Die 10 jaar lang tot 17... Tot 2017 heb ik zoveel gestruggeld. Huiselijk geweld. Weer dakloos met een zoontje. Weer dit, weer dat. Overleven. Stress. Weet je? Je wereld klapt dicht, weet je? Je weet geen... Snap je? Maar je wil overleven. En... Iedereen doet het op zijn eigen manier.
Maar op een gegeven moment ga je zeggen van, hey, nou is het klaar, weet je. Ja. Nou is het klaar, nou ga ik die rust vinden. Ja. En ik heb echt die tumor, heb ik zo benaderd als van, of ik, I approached it, of ik heb het echt zo gezien als van een stukje verleden van mij wat niet meer bij me hoort. Dat hoort niet bij me, dat moet gewoon weg. Weg. Ik ga nieuwe cellen maken. Ik ga een nieuwe fase in. Ik ga mijn rust vinden. Ik word die rust. Ik ga het niet vinden. Ik wil die rust worden. Yes. Weet je, altijd anxious. Altijd. Weet je? En hoe reageerde papa dus hierop? Ja, die was... Sorry, inderdaad. Ja. toen ik hem... Hij had het opgepikt in het verhaal toen ik met haar aan het praten was. Gewoon feesten. Mm-hmm. Ik was in de studio. Ik had mijn zoontje afgezet. Ik had niks gezegd. Maar ik sprak er... face-to-face via WhatsApp. En hij had het opgehoord. Toen heb ik hem de volgende dag, ging ik mijn zoontje ophalen. En toen zei ik, papa, kun je wat vertellen? Hij zei, ja, wat ik hoorde vond ik niet leuk. Ik zeg, nee, maar ik vind het ook niet leuk. Maar wat kan je daaraan doen? Je gaat het een twist geven. Ja. Ik zeg, hé, maar ik zeg, luister, weet je, ziekenhuis gaan het aanpakken. Dit, weet je. En hij kent me ook. Hij kent me ook. Dus hij zag die vechterslust in jou, dus hij... Raakt een beetje soort van. Op een gegeven moment had ik mijn eerste chemokuur. Tweede chemokuur. Na 10 dagen na de eerste chemokuur begon mijn haar gewoon uit te vallen. Ik deed gewoon zo. Mijn haar gewoon uit te vallen. Dus je haar moet eraf. Schoonzus zegt, van moet ik erbij zijn? Je haar wordt afgescheurd. Ik moest mijn haar eraf scheren, weet je. Want anders, weet je. Op een gegeven moment valt het eruit. Okay, dan moet het gewoon eraf. Maar volgens mij, ik weet het niet zeker. Mm-hmm. Slaan we iets over. Oké. Want voor die chemo ging je allemaal allerlei producten gebruiken. Niet alleen producten. Ik sprak toch? Jou natuurlijk, want ik belde je natuurlijk op. Dus in die week, weet je wel, in die week dat ik hoorde dat ik kanker had, maar nog niet wist precies wat. Ja. Ik dacht van, wat ga ik doen? Hoe gaat het aflopen? Wat kan ik doen? Okay. Ik heb me in eerste instantie gelijk ingeschreven een fysiotherapie of een beweegplan. Puur voor mensen die dus one-on-one. Ik wil sporten, ik blijf sporten, ik blijf bewegen. Okay, wat ga ik met voeding doen? Dus ik sprak jou ook. En jij gaf me ook zoveel tips. Hè, van, je had het over zuurzak, CMOS. Mm-hmm. Black seed oil wist ik ook al. Mm-hmm. Alan Floyd, een goede kennis van me in de States. Ah, je moet Harataki geprobeerd. Weet je, het is een Indiaanse plant, het is een vrucht. Als ik me niet vergis, een noot of een vrucht. Of ja, een noot en vrucht. Dat is in principe stelde maar. Dus daar de schil van wordt dan poeder van gemaakt. Als je die twee combineert, echt. Dus je gaat googlen, je gaat checken. En dan kom je weer uit op een andere middel. Oh ja, poeder, amla. Amla is ook een hele goede poeder. Dus je gaat die. Juist. Zuurzak. Bladeren. Bladeren. En, tot hoever... Zeg maar, nu komt je omgeving, zeg maar, die spant zich gewoon echt in van... Wauw, onze Sanne, weet je, heeft K. We vechten met haar mee. Ja. Ik kreeg echt heel sterk die indruk dat... Weet je, als ik naar ons Facebook, zeg maar, keek... Ja. En je post iets, mensen waren echt met je. Ja, ja, ja. En iedereen gaf allemaal goede tips. Ja. En ik weet ook nog, ik had bij Baba Yaga, had ik... CMOS ze hebben het voor jou gebracht, hè? Ja, thuis, ik ben diamond, echt. Dank je. Nee, no thanks. Nee, maar echt, maar gelijk. No je, gewoon, ik no post. Ik wil niet daarover praten. Ik word bit eenmaal een mannetje voor dat soort dingen moet je niet doen. Maar weet je, iedereen kwam echt met vette tips van, hey, zwarte zaad, weet je, malen met honing. Ja. Dit moet je nemen, dat moet je nemen. Ja. K2, D3. Vitamine D3. Ik heb ayahuasca gedaan zelfs. Juist. Weet je? Van de Amazone. Van de Amazone. Echt gewoon 9 november had ik dat gedaan. Ik wilde dat. En ik had dat een verleden paar keer gedaan. Ook voor mijn angststoornis wat ik heb. Dat heeft me heel veel geholpen. Gelijk 9 november, 13 november mijn eerste chemo. Dus ik ging gelijk gewoon alles uit meteen, de kast halen. Juist. En tot hoever heb jij het gevoel gehad dat jou hebt geholpen? Dat is het dus. Ik denk alles wat ik heb gedaan... Heeft sowieso een toegevoegde waarde. Mm-hmm. Heeft sowieso een toegevoegde waarde. Maar ik denk ook 80-90% state of mind, denk ik. Yes. Iemand die wil afvallen, je kan een hele dieet. Maar als jij hier niet die klik hebt van okay, weet je, dat je dat knopje omdraait naar, weet je, aanzet van
ik ga ervoor. Yes. Je ziet het, gaat het doen. Weet je, is het een ongebonden zaak, weet je, als je je daar niet op instelt. Yes. Dus die mindset in combinatie met al die natuurproducten, die hebben er toen, als ik het goed begrijp, ervoor gezorgd dat toen je scan ging doen, ze niks meer zagen. Dus, 13 november, 9 november heb ik ayahuasca gedaan. In diezelfde periode, Simons en al die dingen. Derde week van november, dus eigenlijk twee weken na alles. Ik ging voelen. Ik zag niks. Ik voelde niks meer. Maar je zag het ook niet, want je kon gewoon zien dat het zo groot was. Yes. Het zat er gewoon. Is weg. Dus ik vraag mijn zus. Mijn zus zit in de zorg. Het is een jarenlang doktersassistent. Die weet precies hoe je het moet voelen. Zo, nee, niks. Ik heb tegen mijn fysiotherapeut gezegd. Ik heb tegen verschillende mensen gezegd. Ja, wacht het gewoon af. 15 januari heb ik een scan gedaan. Dus 13 november begonnen met die chemo. Plus alles wat ik erbij heb gedaan. Dus die kruiden en zo. En alles. En dan 15 januari heb ik die MRI-scan gedaan. Niets te zien. Ik heb het je laten zien, toch? Ja, scannen me 1, scannen me 2. Weg. Nou, ik weet nog dat ik daar binnenkwam en die oncoloog, de arts, die keek me echt aan. Gewoon dit. Ik denk, ken je dat gevoel als je dan na moet blijven en je moet naar de... en daar staat ze dan en je wordt aangekeken van en ik denk, heb ik nou iets gedaan? Zo ga je dan naar binnen, kantoortje, weet je. Je gaat denken, wat zal het zijn? Zal het dit zijn? Zal het dat zijn? Of is het die combi? Die combinatie. Maar ik heb me gewoon er doorheen ook gewoon... Maar fysiek, heavy. Ja. Mentaal, ja. Weet je. Sloper. Gewoon, ochtends gewoon Tourette, weet je. Ja. Gewoon schelden gewoon. Je voelt gewoon niet dat je aan het schelden bent. Gewoon. Ja. Kom maar, raap me op, weet je. Je voelt gewoon alsof je ziel daar ligt en je loopt hier, weet je. Ja, ja. Het is gewoon... Als je ziet wat je met je haren, je gezicht, met je alles gaat, weet je, van binnen buiten word je gesloopt. Juist. Want toen, ik weet, je gebruikte zwarte zaad, olie of zwarte zaad gemalen. Lexid oil, oil. Al die dingen die je opnoemde, ook die zuurzakbladeren bijvoorbeeld, weet je, dan koken en in laten trekken, van drinken. Jou? Ja. Wij in Suriname weten dat er mensen echt zijn genezen van K door middel van zuurzakbladeren. We koken ze, we zetten 6-7 bladeren zetten we in per liter, zeg maar. We koken het, laten het intrekken de volgende dag en we nemen 3 maals dag, 's ochtends, 's middags, 's avonds. En zo blijven we gewoon doorgaan. Ja. Ik weet ook dat limoen persen met een theelepeltje pure olijfolie. Heb ik ook gedaan. Mengen. Ja. Boom. Ik weet dat dat ook K-cellen vernietigt. Wij weten ook vanuit islamitisch perspectief dat vasten, als je daartoe in staat bent, ook de kankercellen bedaard, rustig maakt. Omdat het krijgt geen voeding om te bewegen. Zwarte zaad gemalen met een lepeltje honing doet ook wonder. Wij hebben overleveringen mogen vernemen dat het tegen elke ziekte is behalve de dood. Het is gewoon, mensen moeten gewoon alleen echt gaan onderzoeken hoe ze het gaan moeten gebruiken, zeg maar. Ja. Toen jij, zeg maar, toen je me dat nu eens vertelde, ik dacht van, wat? Weet je? Ik had wel meteen zoiets van, boom, meteen doen. Meteen, weet je. Wat kan ik doen? Want ik wil niet alleen maar naar je luisteren, je weet toch? Ja, ik wil helpen. Weet je, ik ben zo. Wat kan ik doen? Want je vertelt het nou wel, maar dat is voor mij ook daar op dat moment een beproeving. Zo ervaar ik dat ook. Want jouw probleem is ook mijn probleem. En mijn probleem zou ook jouw probleem moeten zijn. En zo moeten wij eigenlijk met elkaar omgaan als mensen in deze maatschappij. Ik waardeer het enorm. Weet je. Dus vandaar, je weet toch. En je kreeg ook rondom jou heen van je familie ook goede tips. Familie. Iedereen meteen ook springen, je weet toch. Bam. Ik heb
Facebook heb ik alleen van mensen die ik ken en niet ken berichten gehad van doe dit, probeer dat. Maar je hebt het ook gewoon opgevolgd, weet je? Je hebt het ook gewoon dat advies gewoon van ze genomen. Zeker. En kijk, gaandeweg kan je. Want je een van die dingen van chemo is dat je bijvoorbeeld niet. Je proeft bepaalde dingen niet meer. Nee. Alles is voelt chemisch. Smaak proeft. Maar na jouw eerste chemo was alles weg of voor die eerste chemo? Dus ik heb bijvoorbeeld die ayahuasca heb ik toen 9 november gedaan. En in die periode was ik al gelijk begonnen, zeg maar, met alles. Want je bent het iPhone. Knobbeltje was weg eigenlijk. Eigenlijk in die. Voor jouw eerste chemo, toch? Ja, dat weet ik dus niet. Dat weet ik nog wel. Ja, het is. Of misschien kan ik het mis hebben. Het is in ieder geval. Kijk, 21 oktober hoorde ik dat ik dat had. Ja. In die periode ben ik gaan onderzoeken, ben ik gebeld, gaan vragen. Toen had ik nog niets gepost. Op een gegeven moment ging ik het posten. Toen was het eigenlijk alweer eind oktober. Echt helemaal, dus echt in die 10 dagen, 12 dagen ben ik dus, heb ik toen tegen je gezegd. Mm-hmm. Toen ben ik ook gewoon naar die Chimos en die Black Seed Oil heb ik toen via Amazon besteld. En toen gaandeweg ben ik gaan voelen. Dus ik ben echt pas echt ook gaan voelen zo in diezelfde week, zeg maar eigenlijk. En toen was het op een gegeven moment gewoon weg. Weg. 3 centimeter. Tumor van 3 centimeter. Ik heb. Even kijken. Ah, ja. Ik heb natuurlijk voor jou alsnog. Opnieuw. Bij de Albert Kerkmarkt. Oh my lord. Ja, lief. Zuurzak. Bladeren voor je meegenomen. Hartstikke lief. Had niet gedaan. Toch? Dankjewel. Nee, sowieso je wel, man. Maar dit is niet alleen maar goed voor dus tegen kanker, maar gewoon in het algemeen voor. Je hele immuunsysteem. Ja, en, juist, weet je. En dat is wat het doet, weet je. En wij weten in Suriname en de mensen van Amazone, Zuid-Amerika, ook in Afrika, men weet dat dit echt wonderbladeren zijn wanneer je te kamp hebt. Deze agressieve cellen. En ik hoop natuurlijk dat het nooit meer terugkomt. Kijk, de scan is natuurlijk. Ik was blij. Maar toen ben je zeg maar in een scan soort van fase gegaan. Want je vertelde, je hebt 12 chemokuren toen alsnog gedaan. Terwijl je voelde het niet. Nee, precies. En dus eigenlijk moest ik er 18. Wow. Toen zei de arts ook van, dat is niet haalbaar voor niet iedereen. Maar we proberen te pushen in hoever we kunnen gaan. Ja. Maar toen ik zag dat ik er niks meer zat, vroeg ik er nog van, kunnen we dan stoppen? Nee, we kunnen niet stoppen. We willen wel dat je doorgaat tot minimaal 6. Minimaal 12. 12 uur. Heb ik toen gedaan. Mm-hmm. En toen dacht ik ook gewoon gaandeweg van, hoe ga ik dit nog overleven? Want ik kreeg ook nog, mijn bloedwaardes waren heel laag. En mijn bloedplaatjes ook. Dus ik kreeg steeds bloedtransfusie erbij. En na iedere kuur, binnen 24 uur, kreeg ik een injectie. Dus ik had iedere keer en die chemo. Die bijwerking, heftige bijwerking. En ook nog eens bijwerking van zo'n prik. Kwamen ze aan huis geven. Botten doen pijn, je kan bijna niet staan. Rillingen, fever. Ja. Weet je, echt gewoon alles bij elkaar. En toen dacht ik bij mezelf van, als ik dit nog langer doe, ga ik dit gewoon niet overleven. Want je voelt je lichaam gewoon, je voelt je leven aan zo'n zijde draadje hangen. Letterlijk. Je state of mind. Denk van, no, let's go, ja. Weet je. Maar je voelt je lichaam, want tuurlijk, mentaal en lichaam, het is een balans. Het ene heeft het met het andere te maken. Het is een balans. Maar je mind gaat gewoon door, weet je. Het is gewoon in die survival mode. Juist. Maar je lichaam denkt van, gaan we heen, jongens? Je kan een hele mooie nieuwe auto hebben, maar als je benzine op is, is die op. Is die op. Kan je duwen, het is klaar. Ja, man. Snap je? Heeft een brand new motor erin. Een hele nieuwe motor. Maar wat als er geen brandstof, dan waar gaan we heen? Rap, ja. Dat dacht ik ook gewoon. En toen was ik dus blij dat ze toen zeiden van, blij. Ik dacht eigenlijk gewoon van, als na 12 kuur gaan we stoppen. Op een gegeven moment kreeg ik een telefoontje. Nou, je kuur mag doorgaan. Kuur nummer 13. Ik zeg, 13? Ik zeg, nee man, we gaan stoppen. Ik zeg, dat is niet wat er tegen mij gezegd is. Nou, toen ben ik eigenlijk teruggegaan naar de arts. Toen zei ze ook van, nou, dat gaan we dus dan niet doen. Maar waarom zouden ze zeg maar zo lang willen doorgaan met die chemo? Terwijl ze niks zien. En jij hebt nergens nu meer, jij voelt het niet meer, zij zien het niet. Wat was hun bewegingsreden om het toch door te zetten? Ja, tuurlijk. Kijk, ik begrijp het wel. Ik weet het wel. Want kijk, zij hebben bepaalde studies gedaan en ze kijken naar de
type kanker die je hebt. En op basis daarvan heb je zoveel kuren nodig. En hoe meer, hoe beter. Want er kunnen losse cellen zitten. Ze zegt van, en daar heeft ze ook gelijk in. Een scan is 2D. Is gewoon 2D. Ja. Je kan niet op cellulair niveau weten of daar nog iets van kankercellen zitten. Yes. Als de minuscule kan binnen een half jaar, gezien de agressieve soort die je hebt, kan weer gewoon groeien. En dan begin je van vooraf aan. Daarom voelt het soms als Russian roulette, weet je. Ga ik het wel doen, ga ik het niet doen? Juist. Am I gonna get the bullet? Ja. Ja, weet je, ja, je weet het niet. Je weet het gewoon niet. Dus op een gegeven moment heb ik gezegd van, ik kan niet en ik wil niet meer. Het is gewoon klaar. Ik heb nu, wat gaan we niet doen? Toen heeft ze ook gezegd van, het is goed, we gaan stoppen. Maar ook gewoon, we zien niks. Laten we gewoon even een MRI-scan nog doen. Hebben een MRI-scan gedaan. Was al niks te zien in januari, dus in april en maart was er ook weer niks te zien. Yes. En toen hebben ze gezegd van, we gaan de operatie doen. Ik heb nog bestralingen, iedere dag een maand lang ergens binnenkort. En toen hoorde ik nog immunotherapie. Immunotherapie. Dus om de 3 weken ga ik naar het ziekenhuis. Dat is een targeted medicatie, noemen ze trastuzumab. Mm-hmm. Ook met bijwerken, maar niet zo heftig als dingen. Maar eiwitten, mm-hmm. Die zorgt ervoor dat die eiwitten niet, want die cellen zijn kankercellen zijn, want zij voeden zich van die, of hoe kan ik het beste verwoorden, zij groeien door middel, ontwikkelen zich en groeien juist door zich te claimen aan die eiwitten, als ik het goed uitleg. Okay. En anders kan je heel veel over vinden op internet, voor degene die dat zou willen. Yeah. En dan heb je ook dat hormoon. Hormonen zijn weer, dat is een hele andere soort. Er zijn dus 2 dingen die ik heb. Yes. Dus zij wilden er gewoon voor zorgen. Dat het, als er nog iets heel kleins erin zit in je lichaam, dat het niet in je lichaam gaat uitzaaien. Maar zeg maar, inspireert het jou dan ook omdat je gewoon weet hoe een goede bijdrage, zeg maar, al die natuurproducten waar we net over spraken, jou hebben geholpen om het, zeg maar, door te blijven continueren, zeg maar, in je gebruik? Ja, zeker. Absoluut. Absoluut. Sowieso. Kijk, en daarom zeg ik het van, het is moeilijk. Mm-hmm. Kijk, ik heb een zoontje. Ja. En als ik mijn zoontje niet had gehad, en het misschien klink ik heel, het is niet negatief, bedoel. Ik van, dat hele geen wat ik misschien niet gedaan, weet je. Het is goed geweest. Yes. En het niet negatief, of ook dat die medicijnen die ik nu moet gaan inslikken, 10 jaar lang, met heftige bijwerkingen, weet je. Ja, dan denk ik ook. Dus, die battle is niet afgelopen. Juist. Dus na chemo heb je nog een battle, hoor. Ja, ja. En het is gewoon, je blijft. Maar dan, maar tuurlijk, ik berust me op. Wat heb je, een soort van aftercare? Ja, ik ben levenslang. Iedereen dus die hier doorheen gaat, of je nou waar je dan ook kanker hebt. Zolang je leeft, blijf je altijd onder de loop. En je hebt om de zoveel tijd heb je verschillende onderzoeken om het gewoon te blijven. Ik kom wel eens in het ziekenhuis. Ik ben zelf persoonlijk, ben ik thuis, klop je om. Wil ik mijn dingen doen. Ik ben dankbaar. Ik heb een huisje, ik heb een zoontje. Ja. Ik leef, weet je. Maar zodra ik de ziekenhuis inga en je komt daar. En je ziet een vrouwtje liggen van een jaar of 50, 60. Ook haren, weet je. Ik heb nu een beetje begroeid het weer. Dan zie je met dat donze haren. Heb ik ook. Maar dan pas zie ik mezelf in een andere persoon. Dus dan hoor je van, weet je, vindt het erg voor die persoon. Maar je denkt van, ik heb dat ook, man. Ik zit ook in dat. En dan pas komt het echt binnen. Ja, ja. Ik realiseer het niet. Ja, totdat je ermee geconfronteerd wordt, omdat je het gewoon ziet. Ja. Maar gelukkig hebben we een product uit Marokko die positief is voor het herstel en structuur van je haar. Dus ik heb van mattie van mij. Of niet? Nee, maar ik heb van een goede kennis van mij die woont in Agadir nu. Ja. En die heeft een business opgezet. Oh, er komt iets onder de magische tafel vandaan. Ja. Zie je? Die glas. Pure intention. Kijk wat het is. Maak open. En dan ga je zien. Mensen kunnen zien ook. Yes, Iglas. Iglas. Pure intention. Maak maar het doosje even open. 100% cold press. Argan. Yes. Is argan olie. Uit Agadir. Uit Agadir is puur, 100% puur. Ja. Ik heb gezien hoe het, zeg maar, wordt gemaakt. Ja. Ze echt die geiten in die boog, weet je. Oké. Okay. Het wordt echt gemalen. Ja.
En ze hebben heel veel ervoor nodig, alleen maar om dat kleine flesje te kunnen vullen. En dat is goed voor je huid. Ja. En goed voor je haar. En voor de groei en het volume van je haar. Is echt de pure, 100% pure ergenolie. Wauw. Dus die krijg je van mij. Dank je wel. Voor herstel van, je weet toch, dat je weer een mooie bos haar mag krijgen. Je weet toch? Die bos krullen is gewoon... Sowieso. Mijn zoontje zegt wel eens, wij kijken wel eens naar foto's van vakantie dat we samen weggaan. Dan houdt hij wel eens, hoor. Ja, toch? Hij is wel een kanjo, wat dat betreft. Ja, maar op dat moment niet van, ik wil mijn mama terug. Zo is dat. Ik zeg van, komt wel, gaat groeien. Maar nu weet ik het zeker. Weet je. Ja, maar daar hebben we het nog niet eens over gehad. Je zoontje, zeg maar. Je weet toch, hoe beleeft hij dit? Hij is een topper, man. Hij is echt een kanje. Hij is zo lief. Mama, je bent mooi. En dan gaat hij echt zo'n was handje zo. Mama, je bent echt mooi, ja. Echt unconditional love, gewoon. Want kijk, nu zie ik er zo uit. Maar ik heb er ook wel echt... Ik weet niet of je foto's... Ik heb heel veel... Ik heb het hele proces heb ik vastgelegd. Vloggen en documentaires. En, want waar kunnen... Voordat je verder gaat, waar kunnen mensen die vlog volgen? Want wij hebben niet alleen maar dit gesprek gewoon... je weet toch, gewoon voor het hebben van een gesprek. Ja. Wij willen hiermee ook gewoon mensen eigenlijk attenderen op het bestaan van dit proces. Zeker. En tegelijkertijd ook mensen inspireren die door zo zelf iets gaan. Ja. Of die iemand dichtbij hebben die door dit traject gaat. En dat ze dan een soort van troost kunnen vinden. Ja. En misschien ook een paar, vooral met zuurzak en met Seamoss, weet je. Ja. Een soort van tips van, hey, wow, misschien moeten we dat ook proberen. Ja, precies. Dat is de reden gewoon waarom we dit ook doen, zeg maar. Ja, het zijn allerlei verschillende elementen, waaronder inderdaad de bewegen, sporten. Blijf bewegen, want... Ik ben ziek, maar wat kan je nog wat doen? Ik bracht mijn zoontje iedere dag naar school, terwijl ik gewoon ouders had. Hè, die zeiden van... maar dan was ik wel 's ochtends vroeg wakker. Ja. En dan ging ik toch, weet je, met hem naar school wandelen. En dan was je toch bezig, weet je. Want je blijft... Maar zodra je in dat hoekje gaat zitten en je gaat... van ja, ik ben ziek. Ja. En je ziet de dood al en weet ik, weet je. Het is moeilijk en het is niet makkelijk. Ja. Snap je? Maar probeer gewoon ook een doel te hebben. Een doel, iets waar kan je... met mijn muziek bijvoorbeeld, of mijn kunst, of mijn dingen die ik doe. Yes. Heb een purpose. Blijf, weet je, zoeken naar wat de sparkles in life, weet je. Hoe makkelijk het en simpel het klinkt. Ja, maar waar je blij van wordt, blijf dat doen. Ja. Ja. Ja, dus ja, dat is gewoon heel, wat voor mij heel belangrijk. En, maar ook gewoon dat je mentaal gewoon ook blijft... overeind blijven staan, weet je. Want je fysiek kijkt in de spiegel en weet je, geen wenkbrauwen meer, geen wimpertjes meer, je ziet ze vallen. Ja. Je ziet ze vallen en je ziet er gewoon in, het is zo bizar, want het is echt in het tijdsbestek van 3-4 weken zie je er gewoon... Je voelt je gewoon aftakelen, zeg maar. Ik heb face recognition op mijn telefoon. Ik denk, wie ben jij? Die telefoon ging hem niet identificeren. Ik kwam in het ziekenhuis. 4-5 weken geleden kwam ik in het ziekenhuis. En ik had mijn petje op. En kijk, ik zie zo eruit, weet je. Op mondkapje natuurlijk gewoon, zoals altijd in het ziekenhuis. En ik meld me aan bij de radiologie. Want je komt binnen, je moet altijd inchecken en je loopt naar de balie. En op een gegeven moment zeg je van, ik heb een afspraak. En dan moet ze je eigenlijk wijzen naar de wachtkamer. Op een gegeven moment kijkt die mevrouw me aan. Ze zegt van, nee, dat ben jij niet. Ik denk, wat hoor ik daar nou? Zegt ze, dat ben jij niet. Ik zeg, wat vraagt u van mij? Ja, heb jij iets waar je, mag ik jouw pasje? Want je hebt zo'n een patiëntenpasje. Ik zeg, mevrouw, ik wil u best wel mijn patiëntenpasje geven, maar de foto die u daar ziet, dat is dezelfde foto hierop. Ik zeg, nee, ik lijk er niet op. Ik doe mijn petje af, ik kijk, nee, ik lijk er niet op. Ik zeg, verwacht je nou echt dat ik bij iedere afspraak, want ik kom bij iedere afspraak, ik heb in 1 week tijd, heb ik 5, ik heb daar een abonnement ondertussen, weet je. Je hebt 5-6 afspraken in een week. Kan je voorstellen dat je iedere keer jezelf moet gaan identificeren. Ja. Ja, dat was wel heftig. En op een gegeven moment heeft het ziekenhuis me ook teruggebeld. Ik heb op een gegeven moment de klacht ingediend. En ze was er zelf ook wel van geschrokken. Dat was wel heftig. Ik was zo klaar met het ziekenhuis. En ik merk ook iedere keer nu, als ik dan wegga uit het ziekenhuis, je best wel emotioneel bent. Want je bent het beu. Dat prikken steeds. Yes. Daar weer blauw. En dan zitten ze te friemelen, want het lukt allemaal niet. Heftig, je bent en dan de scan. En dan weer dit.
En dan weer, je bent gewoon continu in die molen, weet je. Juist. Het houdt niet op. En dan krijg je zo'n reactie. En dat was best wel heftig. Ik zeg, ja, je werkt in het ziekenhuis. Je weet notabene dat mensen ziek zijn, dat ze kunnen veranderen, dat ze er niet meer zo uitzien. Dus, wat zou je zeg maar de mensen willen meegeven die dit zeg maar meemaken nu? Ja. Wat ik mensen mee wil geven is voornamelijk, ga niet schuilen achter je ziekte. Maakt niet uit wat voor ziekte je hebt. Embrace it, maar dan embrace you. Ja. Je moet jezelf ontarmen. Embrace yourself. Juist. Van, hey, dit ben ik. Dit is wat de situatie is. We gaan het vechten. Maar niet van, nu ga ik het zo uitzien. En het is moeilijk voor een vrouw ook, weet je. Want je valt op en je chemo-mutje. Je hebt van die chemo-mutjes. Dus je loopt in het ziekenhuis. Je kan zeggen, oh, daar is er weer één. Daar is er weer één. Weet je. Dus je bent al zo geconfronteerd. Maar op een gegeven moment dacht ik ook van, ja, het ziet er nu ook niet uit. Maar ja, goed dat het mutje af, let's go, weet je. Ja. Kijk, ik heb nog zo'n leuk pruikje thuis. En die heb ik 1 of 2 keer gedragen. Of een paar keer gedragen. Ik dacht eigenlijk ook als ik op scholen kom. Want ik geef op scholen ook workshops. Ja, dan wil je niet met zo'n chemomutje lopen. Yes. Dan heb je gewoon een beetje undercover. Maar voor de rest denk ik ook van ja, het zal wel, weet je. Het gaat om je binnenste. Het gaat om je. Je bent in een gevecht. En weet je, het is allemaal leuk en aardig, weet je. Dus advies dat ik wil geven. Ga niet schuilen achter je ziekte. You're stronger than that, weet je. Je bent sterker dan dat hele ziekte, weet je. Snap je? En if you win the battle or don't win the battle, you're still a winner. Snap je wat ik bedoel? Als je dat tegen gaat vechten. En weet je. Ja, soldaatvechtersmentaliteit, ja, man. En een beetje humor erin, weet je wel. Ik dacht ik laatst zei ook van, ik stond in de spiegel voor. Kwam een vriendin of mijn schoonmoeder, de vrouw van mijn vader, waar bij mij komen logeren. En ik stond ochtends vroeg op. Ik zag er niet uit, joh. Ik had geen haar op mijn half, een beetje haar, een beetje van die donzig haartjes, links, rechts hier, van die plukken. En dan zeg ik, zie er lekker uit, hè? Zeg ik dan. Ik zit er mooi uit, hè? Zie ik er mooi uit? Zit er mooi uit, hè? Ja, ja, en dan zie je er echt niet uit, man. Echt je gezicht, allemaal rode, want het maakt je huid kapot, weet je? Ja. En, of dan zeg ik wel eens, weet je wat ik ga doen? Ik ga mezelf op mijn dating site zetten. Mijn oude foto's. En dan komt een gast voor de deur en de kopen. En dan zegt hij, hey. Je kan komen bij die comedy lounge, man. Niet voor ons, man. en dan zeg ik, wacht even. Ik moet even de parkeer weer. Ik zeg, ik zit quarantaine al weken binnen. Ik loop wel even een beetje mee. En nu trouwens zegt, ik ben dus een verwarming thuis vergeten. Looking for an excuse. Ik ga gewoon scenario's in en uit in je hand. Dan ging je helemaal plat, helemaal dubbel, weet je wel. Gewoon, weet je, gewoon. Het is goed humor. Dat je gewoon die humor dan nog in jezelf hebt. Ja, man. Ja, survival, weet je. Man. Ik ga even een shout-out doen aan... Sowieso, man. Yassin Benassar. Ik heb hem net gesproken onderweg. Ik zeg, wat ga je doen? Ik zeg, ik ga naar Kane, doofpot. Ja, echt chill. Ik zeg van, is jongens een inspiratie? Ik ga je vertellen waarom. En dat is ook een beetje om in te haken op wat ik net zei. Juist. Deze jongen, die had dromen. Die wilde dansen, poelen. Hij was echt kampioen. Of hij deed professioneel poelen, deed hij. En hij hield van dansen. We wilden naar de dansschool gaan. Ergens 2008, ik weet niet precies of ik het goed zeg. 2008, 2009. Hij is Marokkaans. Dus ik kwam in de stad tegen. Hij komt ook uit de stad Larache. Toch? En, de lekkere ja, toch? Hij zegt van, man, ik wil graag naar Marokko, Ik zeg van, hij zegt, man, ik heb geen doekoes nu, man. Shit, ik moet even iets betalen eerst. Ik zeg, yes, in volgend jaar, man. Volgend jaar, man. Op een gegeven moment kom ik in Marokko terecht. Ik ging op vakantie, dus ik liep daar een beetje. En op een gegeven moment kwam ik in de stad tegen. Ik zeg, yes, is je gelukt om te komen? Hij zegt, ja, man. Ik ging terug naar Nederland. Ik weet niet wat er gebeurde. Hij ging terug naar Nederland. Ik denk 2 weken. Het is een persoonlijke verhaal, maar ik ga het vertellen. Want hij inspireerde mij waarom. En ook in deze situatie waar ik in nu zit. Hij werkte ergens, 's avonds. Ik weet niet precies, in de horeca ergens. En op een gegeven moment, hij zegt, ik pak mijn tas. En ik voel een steek in mijn arm. Een soort van alsof je, weet je, de stroom voel je. Ja. Dus pak zijn tas, ga naar huis, niks aan de hand. Gaat liggen, gaat slapen. Wordt 's nachts wakker. Voelt zijn arm niet meer. Gewoon verdoofd. Gewoon. Noedels. Ja? Yeah? Zij belt zijn moeder op. Hij werd gebracht naar het ziekenhuis. En werd gekeken. Ze zei van, ja, pas eens een molletje, ga maar naar huis. De jongen gaat naar huis. Volgende dag. Van hier tot onder niets. Voel je niets.
Van hier tot onder, hij is nog steeds, hij is verlamd geraakt. Wow. Er is waarschijnlijk iets in Marokko gebeurd. Met een ik heb hem daar niet verder echt over gehad. Een keer over gehad van dat het misschien een vlieg was geweest. Hij was verbrand geraakt. En ik zei nog tegen van, je moet zonnecrème insmeren. Dat is echt belangrijk. Maar als je niets insmeert en je raakt verbrand, krijg je een wondje. En toen is er waarschijnlijk een vlieg gekomen. Zo'n hele nare vlieg. Mm-hmm. Heeft hem besmet. Mm-hmm. En dat is in zijn spieren gekomen, waardoor die dus verlamd is geraakt. Wow. I don't know. I have no idea, weet je. Maar deze jongen, hij is zo exuberant, hij is zo levendig en altijd hij is gewoon. Deze jongen zit al nu ondertussen al misschien meer dan 10 jaar zit hij in deze situatie. Hij wordt gerevalidatie en weet je, hij zit in de rolstoel, weet je. De jongen was 24 of zo, nog jong, snap je? Maar ik ben zo geïnspireerd hoe hij. Gewoon relaxed, lachen, humor. Mm-hmm. En weet je, gewoon kalm. En hij geeft niet op. Ja. Want ik kan me voorstellen, als je heel je leven in een rolstoel moet zitten en je kan je armen niks meer bewegen. Alleen, weet je, hoe heftig is dat? Dan ben ik dankbaar dat ik nu kan lopen, kan eten. Ik kan. Yes, weet je? Yes. Positief en optimistisch blijven is echt, snap je? Goed, man. En dan belt hij mij, hoe gaat het met jou? Hoe gaat het met jou? Hoe voel je je? Van iemand die echt een soldaat, die echt aan het vechten is. En altijd nog lang zal moeten vechten. Want ik heb nog perspectieven. En ik zeg niet dat hij perspectieven heeft, die zeker wel. Maar in de zin van... Hij is daarin beperkt. Exactly. En dat zijn mensen die me inspireren. Hetzelfde geldt met muziek. Ik ben door muziek heb ik veel kunnen reizen. Ik ben naar Bosnië geweest vlak na de oorlog. En ik vergeet dat ook nooit. Het zijn allemaal dingen die je meemaakt in het leven die je ook vormen. En die me ook nu helpen om dit gevecht aan te gaan. Juist. Dat je dus in Bosnië aankomt. Dat was in 2000. En je ziet toch niet die gebouwen half gebroken. En kogelgaten en zo. Mm-hmm. En dan zie je op een gegeven moment... We kwamen in een refugee camp. Jobostok ergens in Bosnië. Op een echt zo'n kleine bergje, weet je. En we waren daar met Emmaus International. Een hele grote organisatie. Landelijke organisatie. En er waren allemaal muzikanten ook vanuit verschillende landen. Zo'n reggae groep Vajadop uit Parijs. En we gingen naar zo'n hele oude kroegje in zo'n jazz kroegje in Bosnië. Gewoon midden in the middle of nowhere, weet je. Wow. Dat is echt zo'n refugee camp. Bovenop zo'n dingen, op zo'n bergje, weet je. Op zo'n heuvel of bergje. En er waren dus allemaal mensen uit verschillende landen. Ecuador, uit Nederland, Parijs. En ik was toen ook een van de jonge ambassadeurs. Het is echt way back. En wij gingen dus in die refugee camp. Met onze instrumenten en zingen en rappen gingen we dan echt zo'n vuurkampje maken, weet je. En hadden ze ook daarnaast nog een soort van hele grote gymzaal. En daar sliepen mensen. Mensen uit Bosnië, dus zeg maar. Die sliepen daar en we gingen dan buiten muziek maken. Ik vergeet dat nooit, er kwam een man naar buiten met zijn accordeon, huilend. Hij zegt na 5-6 jaar... Het is de eerste keer dat ik weer zing. Ik ben mijn vrouw kwijt. Mijn kinderen kwijt. Wow. Ik heb niemand. Ik ben alleen over. Wow. En ik heb daar zoveel bewondering voor gehad van zo'n man, weet je. Dan sta je dan in je eentje met je accordeon. En het was voor hem zo een soort van weer kunnen ademen. Maar je bent alles kwijt. Ja. Dat is zo mooi. Het kan altijd slechter. Het kan altijd slechter. Maar ook als ik bijvoorbeeld in Burkina Faso kwam. In Kudugu. Yeah. Middle of nowhere. Yeah. En dat is echt zo'n kleine jongetje. Weet je, echt gewoon hitte, gewoon in de zon. Je waardeert het leven. Ja. Maar ook als ik naar Dubai ga en ik sta daar, ga daar wel eens in zo'n mall staan. En dan denk ik van, zie je al die mensen helemaal, gewoon die ego's. Gucci en dit en dat. En dan denk ik, je doet iets met je, weet je. Je gaat dingen observeren in het leven. En daarom ben ik ook gewoon dankbaar dat ik door muziek zoveel heb kunnen reizen. En zoveel heb kunnen leren, weet je. En het leven zelf. Snap je? En dat heeft heel veel bijgedragen ook in het gevecht waar ik nu in zit. Dus zowel mijn moeder, de muziek, de plekken waar je naartoe gaat. Ook in je eentje naar New York of eentje naar dit, weet je. Dus je leert jezelf. Je moet het zo zien. Jij staat hier. Ik like a me. Uh-huh. There's a me here and there's a me there. Yeah. There's a road. En die komt steeds dichterbij, steeds meer dichterbij. En dan ontmoet je elkaar.
Ja, man. En dan ga je het leven anders. This is me. Real talk, man. Ja. En verder met muziek. Waar ben je mee bezig? Wat ben je aan het doen? Ja. Want je bent gewoon nog steeds actief. Gewoon. Ja, je gaat gewoon nog naar de studio. Tussen de chemo-afspraken ga jij nog gewoon naar de studio toe. Om een clip op te nemen. Ik heb pas geleden een clip opgenomen met Nubia. Een hele te gekke zangeres uit Zwitserland. Aha. Een soort van treintje of een Edcilia. Een prachtige dame met een prachtige stem. Aha. En we konden natuurlijk niet reizen. Moest wel een clip opnemen. Dat heb ik toen in Nederland gedaan. Dus hebben ze het zo geëdit, weet je. Yes. Maar ik kreeg op mijn kop van de dagafdeling, waar ik altijd mijn chemo krijg, kreeg ik op mijn kop. Oh, waarom? Ze hadden zo'n verpleger, positief hoor. Oh, oké. Okay. Een verpleger die daar rondloopt. En hij is drummer. Ja. Is zijn vrijheid, is zijn passie. En hij babbelt altijd met me, weet je, van over muziek, gaan we YouTube en zo. Ja. Zo leuk, want dat verzacht de hele situatie. Ja, tuurlijk. Maar ik zei dus tegen hem, ik heb nog een clip wat ik ga opnemen. Ja, maar ik wilde ik even wel even tegen je gezegd hebben. Je hebt nu chemo, je bloedwaardes liggen helemaal pad en dan ga je nog een clipje opnemen. Ben je helemaal gek of zo? Ja, dat doen we dan gewoon. En dat clipje opnemen, je zit helemaal in je element, helemaal hyped, adrenaline. Stap je de auto in naar huis en denk ik ben helemaal op. Waar is mijn bed? Ja, weet je, ja, maar dat doe je gewoon. En dat is wel een uitlaatklep. Het was echt een, weet je, snap je? Ja, ik snap het. En dus dat ik heb gedaan, ik heb een single opgenomen. Ik heb met Ahmed Shawki. Ahmed Shawki? Ja, dus die heeft dat nummer gedaan met Pitbull van Habibi, I Love You. Oh, oké, okay. Ja, serieus? Ja, ik heb met hem een remix gedaan met Marmoussa Orkest. En Marmoussa is ook een productiehuis. We zitten op die grind. Ik wilde heel graag acteren, wil ik eigenlijk al heel lang. Ja, en ja. Marmoussa is ook een productiehuis, die zit in Amsterdam. Ja. En ik zit in de collective, de collective van artists en actors en stuff. Dus ik heb ook een theatertour gedaan waarin ik heb geacteerd voor het eerst. En Karim, die heeft zijn naam helemaal kwijt. Ja. Maar die heeft me ook daarin gecoacht. Hij is zelf acteur en regisseur. Dus helemaal gecoacht hoe je, weet je, hoe je podium staat. Want je staat gewoon je staat tussen het publiek en je kan geen fouten maken. Dus je moet gewoon in je element zijn. Dus dat wilde ik heel graag. En dat heb ik nu ook toen gedaan. Enkele reis of muziekvoorstelling. En met nog twee andere acteurs. Dat wil ik nog meer gaan doen. Wilden we ook gaan doen. Maar nu is dus door alles staat het stop. Maar dat gaan we in de nabije toekomst gaan. Ga ik nog met hun verder acteren. Tof. Producties doen. Mijn single heb ik net uitgebracht. Hoe heet je single? Magic Curtain. En dat is meer een soort van een Matrix. I know, it sounds cheesy, magic curtain, wat bedoelt ze nou, weet je? Maar wat ik bedoel is van The Matrix, weet je? Het is eigenlijk een, we kijken allemaal naar een soort van gordijn. En daar wordt iets op geprojecteerd. Ja. Maar je moet die gordijn openmaken. En dan komt er echt licht naar binnen, weet je? Snap je? Dus meer zo van dat bewustwording. En kind of like, you know. Ja, natuurlijk. Ik heb nu... En daar heb je een clipje van? Ja. Dus die is ook gewoon uit nu op YouTube? Ja, 12 februari heb ik die uitgebracht. Oké, gruwelijk. Ja. Dus en op Spotify. En een nieuwe single die heb ik nu net ook pas opgenomen. En dat doe ik ook weer. De andere single, deze week met Alan Glass. Dat is een echt ISO-homo producer uit Amerikaanse producer. Mm-hmm. Die woont in de UK. En hij heeft Aretha Franklin gedaan. Ik weet niet, ken je die band Mystique nog van vroeger? Mystique? Ja, 100%. Ja, ja dat soort artiesten. Hij heeft echt, en nog steeds, hij produceert nog steeds veel. En hij maakt ook veel muziek en dat soort dingen. Hij zit in de UK. En met hem heb ik de eerste single, of de Magic Curtain gedaan. En nu zijn we bezig met de volgende single. En die, Can You Feel Me Live. Oké, dope. Wat ik heel graag, even kijken. Oh, en die single gaat over waar ik nu in zit, zeg maar. Waar je nu in zit. Ja. Sowieso, ik heb nog voor de kijkers heb ik nog een extra Ergan-olie van Iglas Pure Intentions. Ze kunnen hem ook checken op Instagram, kunnen ze bestellen. Degene die voor mij een dope shout-out kan toesturen voor Sanne Casita, die krijgt gewoon van mij zo'n dope Ergan-olie toegestuurd. Dus check het. Je weet toch? Dat is dat ding. Gewoon eens hoe we doen. We just give away things. You know what I mean? Trying to make people happy. Yes. Dus dat. Maar. Je vloggen. Ja. Waar kunnen mensen jouw vlogs checken?
Ik heb echt alles vastgelegd. Ik heb niet alles online gezet. Ik heb een paar updates, want ik heb heel vaak dat mensen vragen van, hoe zit het, hoe gaat het? Dus dan zet ik het op Facebook en gewoon social media en op YouTube. En dat is gewoon eigenlijk Sana Casita, voor achternaam. En Instagram ook Sana Casita. En ja, dat zit. En op je Facebook? En op Facebook ook, Sana Casita. Of je kan gewoon Casita Music doen. En ik heb ook nog art. Ik maak ook nog art, Casita Art. Je maakt hele dope art. Ja. Daar hebben we nog niet eens over gesproken. Maar jij maakt gewoon hele dope, mozaïekachtige, moorse soort van stilo's. Ja. Met ook gewoon die figuurtjes gewoon. Ja. Ik moet nog steeds een painting bij haar komen checken. Ja, weet je, ik ga even mijn kussen. Ik maak ook kussens, mijn art op kussens en op dekens. Dus I'm gonna give you one. Zeker. Dope. Yeah. I'm just looking forward to it. En op het moment dat je gewoon weer bent waar je bent, je weet toch? Gewoon dat je in je volle kracht staat en dat je er tijd voor hebt. Wil ik heel graag zo'n painting van je overnemen. Zeker, man. Absoluut. We gaan er gewoon weer uit zoals hoe we erin zijn gekomen. Yeah. Met nothing but love, nothing but peace en in empowerment. Ik wil je heel erg bedanken voor je komst. More power to you. En we blijven allemaal met je vechten. Zolang het nodig is dat je vecht. We zijn er. Ik ben er sowieso als je brada. Ben ik sowieso achter jou. Je weet toch? Groeten aan je paps. Een knuffel aan je kleine boykie. En een shout-out, man. Je weet toch? Aan de whole fam. Je weet toch? We zijn hier. Dankjewel. Jullie ook allemaal bedankt voor alles. Thanks, man. En ja, man. Check jullie de Doofpot Sugarcane met Sanne, Casita. Je weet toch? Check de YouTube. Check de Instagram, de Facebook. Check gewoon, je weet toch, die vlogs, weet je, see what's good, what's real, je weet toch, want dit is gewoon real. Je weet toch, dit soort dingen maken we niet dagelijks mee, dit soort gesprekken heb ik absoluut niet dagelijks. Het is heel erg moeilijk voor mij geweest om dit gesprek te hebben gehad, ook met jou. Ondanks dat ik, je weet toch, van de situatie een beetje wist. Ik moest mijn moeder zelfs raadplegen van, maar ik weet echt niet hoe ik hierin moet gaan. Mijn moeder zei gewoon, niet veel praten. Laat haar praten en luister naar wat ze zegt. Ja, liefde, dat maakt goed. Dus, ik hoop dat dat we een goed gesprek hebben gehad, weet je, wat goed is overgekomen. En more power to you, man, Sisa. Dankjewel dat ik mijn verhaal kwijt kon, zeker. Welkom, man. Love, man. Yes. Oké, Sisa. Sowieso. Ik je nog eventjes geven. Oh, weer kijken. Je komt sowieso. Wat getoverd onder. Sowieso, I'm gonna give you some flowers. Je weet toch sowieso, alsjeblieft, man. Sam, had niet goed van, man. Echt, nee, maar we doen het wel, man. We doen het gewoon sowieso, man. Ik wil je gewoon hartelijk bedanken voor je komst, man. Dankjewel. Yes? It's cool, man. Love. And we out. Doofpot. Shout out aan Iglas, Pure Intention. Shout out Haro 20, Arius, Projects 86 Band, Akhenaton, Amsterdam. We here. Love. Boogie. Burst. Testing my mic, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boogie the type of nigga to pop 4, 5 clips on any squad thinking I won't. All I do is catch bricks, I'm raised by the hood, you done know. Live life like Rambo, survive any bumbo. Glad things speak more than one floor. Deadly combo, call me Umbo. Move in my gun blow. Brah!